Goedenavond. Ik zou de vergadering zo willen beginnen. Van harte welkom bij deze oriënterende vergadering, leden van de gemeenteraad, college en natuurlijk alle mensen op de publieke tribune en mensen die thuis meekijken. Ik open hierbij de vergadering. Ik ga naar agenda punt 2, vaststelling van de agenda. Kan deze agenda uw goedkeuring wegdragen? Geen bezwaar. Vanuit de griffier en de voorzitter een voorstel. We hebben 6 tot 8 insprekers vanavond. En het voorstel is om deze per onderwerp in te laten spreken. Is dat akkoord? Ja, akkoord. Gaan we naar het derde agendapunt, spreekrecht. Ik zou graag de heer Hofsing namens Realistisch Duurzaam Bergentuin willen vragen om naar voren te komen. Welkom, meneer Hofsink. U heeft 5 minuten. We houden hem strak aan vanavond. Ja? Beste leden van de raad, wethouders, burgemeester. Vanaf deze plek hebben wij als Realistisch Duurzaam Bergentuin ons een aantal keren bekendgemaakt en onze zorgen over het duurzame beleid uitgesproken. Ook zijn we met bijna alle fracties en de projectleider in gesprek geweest. Echter trekken wij nu weer aan de bel. Plannen om windmolens te plaatsen worden steeds concreter. Waar eerst werd gesproken over 6 potentiële locaties, blijft er nu nog maar 1 over. Dit alles gebeurt zonder een milieueffectenreportage of publicatie. Wij zijn bang dat als er nu geen verandering komt, er een verkeerde keuze gemaakt wordt. De keuze heeft impact op diverse vlakken, waaronder de leefbaarheid in de gemeenschap. Zelfs zonder concrete plannen ontstaat er nu al rumoer in buurten rondom de potentiële locatie. U heeft als gemeente een opdracht gekregen om de duurzame agenda op te stellen met bepaalde targets. Daar valt niks aan te veranderen. Echter, de invulling valt wel te veranderen. Omdat wij van mening zijn dat het anders moet, hebben wij een rapport opgesteld dat aantoont dat windmolens een verkeerde keuze is. Dit rapport hebben wij door een extern bureau nalaten rekenen en is verspreid aan u via de griffier, volgens mij. De kern van dit rapport is om aan te tonen dat windmolens niet rendabel zijn in deze regio en dat er een alternatief bestaat. Als er op grote schaal zonnepanelen worden geplaatst op daken van bedrijfspanden, dan is de beoogde besparing snel in zicht. Als u als gemeente hier de leidingen neemt, dan profiteren ondernemers en de gemeenschap hiervan. Zoals via allerlei wegen wordt bepleit dat een energiemix noodzakelijk is. In ons rapport staan nog 2 alternatieven voor duurzame energieopwekking en daarnaast nog 5 uitgewerkte situaties die mee kunnen helpen aan de duurzaamheidsagenda. Wij doen met klem een beroep op u om het duurzame beleid realistisch invulling te geven. Ons rapport geeft u ons een voorzet met alternatieve oplossing en een aantal andere opties. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Hofsink. Kort maar krachtig. Blijft u nog even staan. Wellicht zijn er nog vragen vanuit de raad. Ik zie meneer Kuipers. Nou, meneer Hofsink, dank u wel. Heeft u dit rapport ook met het college besproken? Nog niet. Dank u wel. Meneer Roelofs. Voorzitter, dank u wel. Een uitgebreid rapport. Het was even studeren vanaf vanmiddag een uurtje of 4 of zo, geloof ik. Ik vind dat u wel een aantal interessante aanknopingspunten heeft. Vooral het zon op dak idee. Mijn vraag is eigenlijk, heeft u een beeld of daar interesse voor is? Want u noemt een aantal bedrijven, u markeert een aantal panden waar dan zonne-energie opgewekt zou kunnen worden. Heeft u daar een verder gedetailleerd beeld van? Of heeft u alleen een schets gemaakt wat de opties zouden kunnen zijn? We hebben een schets gemaakt wat de opties zouden kunnen zijn. Maar zoals er heel vaak wordt aangegeven, duurzaamheid is van ons allemaal. En in onze optiek, ja, moet iedereen daaraan meedoen. En als 80% van de energie wordt gebruikt door bedrijven, lijkt het mij evident dat bedrijven die energie ook weer opwekken als ze dat kunnen. Ja? Dank u wel. Meneer Jonkhans nog. Ja, meneer Hofsink, ik had nog een vraag. Nog 1 vraag. Ja. Ja, u disqualificeert eigenlijk windenergie. En u in zegt, deze regio. In deze regio, ja. En u zegt, u zet daarvoor in de plaats zonnepanelen op daken. Omdat dat waarschijnlijk dan wel financieel haalbaar zou zijn. Onze berekening toont dat wel aan, ja.
Is daar ook de bekabeling meegenomen om zeg maar, alle kabels die zeg maar, naar boerderijen en bedrijven gaan, om die op te waarderen? Als u bekijkt in het rapport, dan hebben we een aantal grote bedrijvenparken erbij gepakt. En die bedrijvenparken hebben meestal al voldoende voorzieningen om die stroom ook weg te laten voeren. Maar die windmolens zouden geplaatst worden tussen Bergtuin en Kloosterhaar. En dat zou betekenen dat daar een enorme kabel richting Hardenberg of ergens anders getrokken moet worden. Maar gaan we dan ook de doelstellingen redden, denkt u? Met, Volgens dit rapport wel. Oké. Okay. Dank u wel. Dat was het. Ja. Dank u. Meneer Stelpstra, ik zie daar in één keer een vinger omhoog gaan. Ik had nog wel een vraag willen stellen, maar meneer is al weggelopen. Misschien mag het nog, voorzitter. Ja hoor. Ja. Meneer Stelpstra, toch? Dank u wel, meneer Bak. Ja, hartstikke mooi, want u heeft al een aantal keren eerder ingesproken en u laat mooie plannen zien. En ik ben even benieuwd, hè, mijn collega vroeg het al, hè, van, ja, heeft u al actief contact gezocht met de gemeente om dit soort plannen van de grond te krijgen? We hebben als gemeenteraad een duurzaamheidsfonds ingesteld met een programmamanager, hè, die juist bedoeld is om dit soort prachtige plannen tot een volwassenheid te brengen. Dus ik vind het heel mooi dat u hier inspreekt, hoor. En laat ik zo zeggen, in het coalitieakkoord hebben we ook gezegd, hè, dat we werk willen gaan maken van de daken. Dus daar sluit het heel mooi op aan. Maar ik zou u toch ook willen adviseren om contact te zoeken met de gemeente om een stukje uitvoering aan de plannen te kunnen realiseren. Dank u, maar wij hebben al contact met de projectmanager, duurzaamheid, Peter Biertz is dat. Door de vorige wethouder is beloofd om 2 keer in gesprek te gaan, dat hebben we nog niet gehad. En de huidige wethouder heeft ons ook beloofd om in gesprek te gaan, dus we zijn al bezig met gesprekken daarin. Dus dat zullen we zeker mee hebben. Dus die gaan vorm krijgen de komende tijd. Hartstikke mooi, veel succes. Dank. Nu is het al klaar. Dank u wel, meneer Hofting. De volgende inspreker is de heer Zuidgeest van LC Energy. Goed, ga uw gang. Dank u wel. Voorzitter, graag de raad, dames en heren. Onbekend maakt onbemind. Dat is een bekende uitspraak. In een zekere zin geldt dat ook voor onderwerpen als zonnepark. Uw raad heeft vorig jaar oktober besloten een eerste stap te zetten richting dat nog onbekende. Door kaders aan te geven op welke wijze duurzame energieopwekking in Hardenberg verder ontwikkeld en gerealiseerd kan worden. Inmiddels is dat onbekende een klein beetje concreter geworden, doordat er diverse initiatieven zijn ontstaan voor de mogelijke ontwikkeling en realisatie van zonneparken. En opnieuw wordt aan u gevraagd een volgende stap te zetten. Wij, initiatiefnemer Albert Reinders en LC Energy, zijn verheugd dat ons principeverzoek voor een zonnepark tussen de Westeinderdijk, Kanaalweg Oost en Radewijkerbeef positief is ontvangen. Aan u wordt voorgelegd om, naast nog 6 andere initiatieven, onder voorwaarden met dit principeverzoek in te stemmen. En wanneer u instemt met dit raadsvoorstel, maakt u de weg vrij om dat onbekende steeds meer vorm te gaan geven. Na het indienen van ons principeverzoek in mei van dit jaar hebben wij er bewust voor gekozen om de direct omwonenden te benaderen. Ondanks dat er op dat moment vanuit de gemeente Hardenberg nog geen positieve reactie was gegeven op het principeverzoek. Zowel de heer Reinders als LC Energy hechten er namelijk aan dat de bewoners persoonlijk en uit de eerste hand over het initiatief geïnformeerd werden. De meeste bewoners hebben op de uitnodiging aanvaard en met hen is ook contact geweest. En net als dat er nu nog geen ontwerp van het park bestaat, hadden we dat op dat moment ook niet. En dat maakte dat tijdens die gesprekken veel, zo niet alles, nog onbekend was. En bij het ontbreken van duidelijke beelden of referenties wordt dat onbekende in veel gevallen begrijpelijkerwijs dan ook niet bemind. Wanneer u nu instemt met het raadsvoorstel, kunnen wij de eerste concrete stappen gaan zetten om samen met omwonenden, natuur- en landschapsorganisaties, gemeente, waterschap en alle andere denkbare stakeholders een mooi zonneveld te gaan ontwerpen.
Wij laten ons daarbij adviseren door de verschillende specialisten van Elerwoude. Een bureau met een uitgebreide en deskundige ervaring bij vraagstukken in het landelijke gebied. Het terrein grenst aan geen enkele andere landbouwkavel en ligt ingesloten aan de voet van de kanaaldijk, het wegtaluut en de beek. Door Elerwoude is er inmiddels een inventarisatie gemaakt van de locatie op tal van aspecten als landschap, cultuur, historie, bodem, natuurlijke waarden, waterhuishouding, etc. Wij zien op basis hiervan veel kansen om een goed inpasbaar veld te ontwikkelen waarbij natuurontwikkeling en versterking van de biodiversiteit in de pils kunnen krijgen. Een zorgvuldige invulling van de randen van het veld in combinatie met een daarop toegesneden beheersplan kunnen ervoor zorgen dat een direct zicht van omwonenden op het veld wordt voorkomen. Ter illustratie laat ik u enkele impressies zien van hoe het beeld er eventueel uit zou kunnen komen te zien. Een mogelijk beeld vanuit Baalderveld, waarbij de bovenste foto de huidige situatie is en de foto daaronder mogelijk met een zonneveld. En een vergelijkbare situatie, maar dan vanuit de Volurenweg, met aan de bovenzijde de foto zoals die van de zomer genomen is. En aan de onderzijde de foto zoals het zou kunnen uitkomen te zien. Er zijn diverse mogelijkheden waarop individuele bewoners of groeperingen deel kunnen nemen in het zonneveld. We hebben daar mogelijke participatievormen voor aangedragen, maar andere voorstellen uit de gemeenschap zijn zeer welkom. Graag zouden wij samenwerking willen aangaan met een bestaande of nog op te richten energiecoöperatie, zodat het initiatief ook op die wijze verankerd wordt in de buurt. U kunt het ontwerp, ontwikkel en participatiestappen beschouwen als een reis. En wij willen graag met alle betrokkenen de komende tijd de reis naar dat onbekende gaan maken. En gaandeweg zal de bestemming, het zonneveld, voor iedereen duidelijker worden en daarmee bekender. Of uiteindelijk iedereen het dan ook zal gaan beminnen, zal moeten blijken. Wanneer de conclusie is dat er goed mee en naast de leven is, hebben we veel met elkaar bereikt. Wij zullen ons er in ieder geval voor inzetten om dat doel te bereiken. Ik wens u veel wijsheid bij uw besluitvorming en dank u. Dank u wel, meneer Zuidgeest. Wilt u nog even blijven staan? Kijk even rond of er nog vragen zijn. Ik zie meneer Kuipers, meneer Roelofs, meneer Bak, meneer Kloekhorst en meneer Wiet. Ik begin bij meneer Wiet. Dankjewel, voorzitter. Ik had een vraagje. Straks, als het goed is, gaan de mensen inspreken van de weg, volle weg. Mijn vraag aan u. Uit de brieven die we hebben ontvangen van de omwonenden, staat dat u met hen heeft gesproken. En hadden ze vragen en daarop hebben ze geen antwoord gekregen. Omdat er nog veel onduidelijk was. Mijn vraag aan u, heeft u dat al teruggekoppeld? Zijn hun vragen al beantwoord? Die onduidelijkheid is eigenlijk nog in dezelfde stadium als dat in mei was. We hadden toen geen ontwerp. En dat ontwerp hebben we ook nu nog niet. Dat we dat ontwerp juist met de omgeving willen maken. Okay. En zolang het principeverzoek nog niet formeel bekrachtigd is door in dit geval uw raad, heeft het voor ons ook weinig zin om uiteindelijk vervolgstappen in ontwerpende sfeer met buren te gaan maken, omdat wij dan feitelijk geen basis daarvoor hebben. Dank u wel. Meneer Kloekhorst. Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik heb even een vraag over uw plan. Op zich best goed gepresenteerd. Alleen u noemt één ding en dat is feitelijk de noodzakelijkheid van een energiecoöperatie. Waar moet het initiatief vandaan komen? Bij voorkeur uit de lokale omgeving. Wij kunnen als ontwikkelaar geen energiecoöperatie oprichten uiteraard. En ik heb de overtuiging eigenlijk dat op het moment dat duidelijk wordt dat dit plan een eerste stap verder kan maken, dat er uiteindelijk mensen komen
die zeggen, oh, maar nou kan ik eindelijk de kans grijpen om mijn energiecoöperatie, wat ik al ruime tijd wil, vorm te gaan geven. En daar willen wij, zoals u heeft kunnen lezen, ook praktisch en ook financieel in bijdragen, zodat dat ook daadwerkelijk kan gaan lukken. Ik geloof u op uw woord. Het gaat mij alleen om dat dat niet in het water valt, want ik heb wel het gevoel dat daar misschien de brug ligt. Wij hebben het zelfs op papier gezet, dus het hoeft niet eens mijn woord te zijn. Meneer Bakker. Ja, dank u, voorzitter. Ik had een vraag over, is er een, in het contract, wordt daar een garantie opgenomen voor eventuele verwijdering? Mocht het park niet voldoende rendement opleveren na het eind van het contract, wordt daar in het contract opgenomen dat het dan ook verwijderd wordt? Ja, het contract uiteindelijk, als het zover komt en we hebben een vergunning en alles is gelopen en het kan gebouwd worden, wordt er voor 25 jaar een park gerealiseerd, voor de duur van 25 jaar. En na die 25 jaar wordt het afgebroken. En dat is ook uiteindelijk zometeen onderdeel van de vergunning zelfs. Dus die verplichting gaan we aan. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Zuidgeest, dank voor uw goede uiteenzetting, helder verhaal. U doet ongetwijfeld meerdere projecten. En u maakt vanavond de opmerking van onbekend maakt onbemind. Vanuit uw ervaring bij andere projecten, hoe gaat dat dan in de algemene zin? Hè? Want Hardenberg is dit toch best wel spannend. Hè? Het is een van de eerste parken. Vanavond hebben we sowieso in algemene zin de eerste zonnevelden voor liggen. Hoe gaat dat bij andere projecten en wat kunt u daar ons over vertellen? Ook met het betrokken raken van de omgeving, want dat is volgens mij toch een belangrijk punt uit uw betoog. Inderdaad, elke gemeente gaat dat anders. Maar dat komt ook omdat elke gemeente ander of geen beleid heeft. En dat maakt het daarmee bijna uniek in elke plek opnieuw. Hier heeft u ervoor gekozen dat een principeverzoek bijvoorbeeld door de raad in eerste aanleg beoordeeld wordt, waar het in veel andere gevallen door het college gedaan wordt. En je dus na het besluit met het college directer met buurt aan de slag kan. En nou zit er toch een groot gat, zal ik maar zeggen, tussen indienen van initiatief en uiteindelijk besluitvorming rondom het principeverzoek, met als gevolg dat er, in mijn optiek, onnodig veel ruis op de lijn kan ontstaan. Dus als u zegt, goh, dat hadden we ook anders kunnen doen. Ik maak dat bij andere gemeentes mee en dan ben je daarmee een stap sneller vooruit en ben je sneller met elkaar in contact. Nou, het is hetgeen wat wij het liefst willen doen als u over 2 weken hierover besluit om kort in het nieuwe jaar aan de slag te gaan met de buurt. Want dat hebben we nodig. Zo simpel is het. Dank voor uw reactie daarop. Dan heb ik nog een andere vraag met betrekking tot de biodiversiteit. U geeft aan van we verwachten de biodiversiteit te kunnen versterken. En u leeft natuurlijk het algemene beeld dat door zonnevelden juist de biodiversiteit achteruit gaat. Kunt u daar eens een toelichting op geven? Nou, dat is eigenlijk wel heel duidelijk. Het is nu een stuk grond wat in agrarisch gebruik is. Dat betekent dat daar bemest wordt, dat daar andere activiteiten plaatsvinden, waardoor dat een relatief monotoom areaal is. Op het moment dat je daar een zonnepark kan gaan doen, kan je daar bredere soorten grassen bijvoorbeeld onder panelen plaatsen. We gaan een stuk groen struweel rondom het park plaatsen. Enfin, dat alles in samenspraak uiteraard met de omgeving. Maar er ontstaat ruimte en er ontstaat ook rust op dat perceel, waardoor de biodiversiteit gaat toenemen. Dat zijn ook de ervaringen die stapje voor stapje, dat weliswaar, in ons eigen land, maar ook in het buitenland aan het ontstaan is. Goed, ik heb daar inderdaad ook meer over gelezen dat het zelfs goed zou zijn om schapen onder de zonnevelden te laten grazen, dat daar juist de gasproductie hoger zou worden. Waar ik nog wel een zorgpunt heb, is van wat het uiteindelijk met de bodemvruchtbaarheid gaat doen. Want stel, over 25 jaar moet die grond weer in productie genomen worden. Kan dat dan ook? Ja, dat is mijn laatste vraag, voorzitter. Ja, dat is de discussie die momenteel natuurlijk leeft. De eerste onderzoeken van Wageningen Universiteit wijzen uit dat dat heel goed kan. Toevallig zijn een van de plannen waar ik ook actief mee bezig ben, is een plan wat op grond van Wageningen Universiteit gaat plaatsvinden. En we gaan daar de komende jaren dus ook nog extra onderzoek op uitvoeren. Maar het is iets wat de verwachting is dat dat goed gaat. Dank u wel.
Meneer Roelofs. Dank u, voorzitter. Meneer Zuidgeest, ik wil graag even op twee onderwerpen met u ingaan. Meneer Bak noemde net de schapen. Het toepassen van schapen onder die zonnepanelen zal ook iets betekenen voor de hoogte van de zonnepanelen. En daarmee de invloed op de omgeving. Dus volgens mij is dat een relevante keuze. Dus ik zou graag willen dat u aangeeft of dat de intentie is. Om die systematiek toe te passen. Nou, misschien kunnen we hem daar breder in trekken. De type van beheer bepaalt uiteindelijk hoe het park eruit gaat zien. Zowel om en onder de panelen als eromheen. En dat is iets wat we met de buurt willen doen. En als de buurt zegt, wij willen geen schapen. Ja, wie zijn wij dan om daar bijvoorbeeld schapen onder te doen, waardoor die panelen een fractie hoger komen te staan dan wanneer je zegt, je doet dat zonder schapen en je gaat daar een andere type beheer op toepassen. Dus dat is nog volledig open. Okay. Wij zijn niet pro-schaap, om het maar zo te zeggen. Dat is een mooi bruggetje naar mijn volgende onderdeel. En dat gaat over draagvlak. Uw project staat flink in de belangstelling, kan ik zeggen. En dat zijn niet alleen maar enthousiaste aanhangers van uw plan, maar er zijn ook mensen die zich daar zorgen in maken. Ja. In uw betoog nu noemt u een aantal keren, we hebben geen ontwerp, we gaan werken aan betrokkenheid. Mijn vraag is eigenlijk, zou die volgorde niet iets anders moeten zijn? Dus hadden die mensen al meer betrokken moeten zijn in het huidige traject, tot aan dit punt? En dan denk ik bijvoorbeeld aan plaatselijke belangen. Dus kunt u ook eens ingaan, wat voor mensen heeft u dan gesproken? U liet uw kaartje zien, er staat een stuk van Baal de Veld op bijvoorbeeld. Is dat ook een deel waar u mee gesproken heeft? Of concentreert zich dat aan de andere kant van het water? Wij hebben in eerste aanleg louter gekozen voor de bewoners die direct, of vrijwel direct, aan de desbetreffende kavel wonen. En een vervolgstap had je kunnen doen door het breder te trekken. Maar eigenlijk in aansluiting op het antwoord wat ik aan de heer Bak al gegeven had. Doordat er nog verder geen, rugdekking vanuit de gemeente was op ons principeverzoek. Zou dat ook een hele lastige discussie uiteraard geworden zijn. Want dan hadden we onmiddellijk een reactie teruggekregen. Ja, wat kom je hier doen? Want de gemeente heeft nog niet eens ingestemd met je principeverzoek. En daar zit dus een beetje het kip en het ei verhaal uiteraard. We merken bij andere gemeentes dat dat goed werkt als er een principebesluit of een besluit op het principeverzoek is genomen. Dan kan je ook gewoon goed die route maken. Dat is in dit geval eigenlijk niet goed te doen. Nog één vervolgpunt dan. Ik heb daar een iets ander beeld bij, maar dat is op zich hoeft dat helemaal niet erg te zijn, denk ik. Mijn slotvraag zou zijn, heeft u niet het idee dat als u wel die systematiek zou hanteren, dat dat ook een beter plan op dit moment betekend zou hebben? Ja, alleen we hebben op dit moment nog geen plan. Want het traject voor verder ontwerpen en verder uitwerken samen met de omgeving, dat is een traject wat je in gang gaat zetten op het moment dat je er ook redelijk vertrouwen in hebt dat er vanuit de gemeente ook ondersteuning van het initiatief plaatsvindt. Je gaat uiteindelijk ook een hoop kosten en tijd daarin stoppen. Ik snap wat u zegt, dank u wel. En als laatste, de heer Kuipers. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Zuidgeest. Kunt u nog iets duidelijker zijn over de participatievormen? En hoe kunnen inwoners laagdrempelig participeren? Ja, dat kan op veel manieren. We hebben een aantal voorbeelden daarvan in ons plan aangedragen. Uiteraard een mogelijkheid, zoals al aangegeven, via een energiecoöperatie, middels een postcode-roosterregeling principe. Het zou ook kunnen zijn in de vorm van investeren in het plan, dus niet per se via de postcode-roosterregeling. Dat zijn overigens allemaal aspecten die betrekking hebben op mensen die nauwe sok hebben met dat geld erin. Daarnaast hebben wij expliciet aangegeven dat wij ook een duurzaamheidsfonds willen vullen. En met dat duurzaamheidsfonds kan dan op basis van initiatieven vanuit de omgeving plannen op het gebied van duurzaamheid, maar dat kan ook op maatschappelijk vlak anderszins gefinancierd worden, zodat ook mensen die niet de mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld financieel te participeren, daar wel voordeel van kunnen hebben. Dank u wel, meneer Zuidgeest. Graag zou ik het woord willen geven aan mevrouw Kleene van de LTO Noord. Goedenavond. Allereerst complimenten voor de burgemeester. Die heeft jullie waarschijnlijk ontzettend onder de duim dat je zo snel kunt vergaderen in het voortraject.
Misschien wil ik nog maar eens bij hem in de leer hoe we dat heel snel kunnen overnemen. Mooi gedaan, zou ik zeggen. Graag college en raadsleden. Namens LTO Noord, afdeling Vechtdal, maak ik dankbaar gebruik van de mogelijkheid tot inspreken. De inspraakreactie heeft betrekking op de te nemen go-no-go beslissing ten aanzien van een aantal zonneparkprojecten in pilot. Duurzaamheid staat ook bij ons hoog in het vaandel en het gebruik van een duurzame energiebron als de zon juichen we alleen maar toe. Echter, alvorens vruchtbare landbouwgrond in te zetten voor het plaatsen van zonnepanelen, moeten er volgens ons eerst nog een aantal stappen worden gezet. Als LTO hanteren we een ladder van voorkeur, waarbij eerst de mogelijkheden binnen bebouwd gebied worden benut, vervolgens op gronden of water zonder agrarische bestemming. Denk daarbij aan bedrijventerreinen, geluidswallen, waterbassins, bermen, etc. En pas als deze opties niet mogelijk zijn te onderzoeken of zonnepanelen onder voorwaarden op landbouwgronden geplaatst kunnen worden. Overigens niet alleen wij, ook u zelf, draagt het college in oktober vorig jaar op om terughoudend te zijn met de inzet van landbouwgronden. Het verbaast ons dan ook dat we in de allerlaatste regel van voorliggend raadsvoorstel lezen dat het voor nu niet relevant is om te weten wat de gemeente zelf op eigen gebouwen en gronden kan initiëren. Het inzetten van landbouwgrond lijkt de makkelijkste weg om stappen te zetten in de duurzaamheidsambitie. Vraag die dan rijst is wat echt duurzaam is. Het eerste argument om grond te vrijwaren is dat primaire productie van voedsel, voer of grondstoffen door de plaatsing van zonnepanelen over een langere periode wordt gefrustreerd. Bovendien is nog onvoldoende bekend wat de impact van zonneparken is op bodem en natuurwaarde. Na vandaag worden er nog veel verzoeken verwacht. Voorliggende projecten zullen een soort van precedentwerking krijgen. Onze zorg is, waar eindigt dit? Bij ons weten heeft u geen richtlijn vastgesteld voor het aantal hectare zonnepark binnen een bepaalde straal. En dan wordt er vaak gemakkelijk gezegd, er stoppen nog een heel aantal boeren. Ja, dat klopt. Vroeger was iedereen boer en dat worden er steeds minder. Maar dat wil echter niet zeggen dat er minder grond nodig is. U wilt niet weten waar wij als agrarische sector momenteel allemaal voor aan de lat staan. Kringlopen moeten gesloten worden, natuurinclusieve landbouw, spuitvrije zones, beweiden, mestafzet, vergroeningseisen. Voorliggende projecten hebben ongetwijfeld een gedegen afwegingstraject doorlopen. Echter, wat we nergens teruglezen is de impact voor de omliggende agrariërs. Wat is voor deze groep de meerwaarde, de compensatie? Niet alleen de grondprijzen stijgen nog verder, ook is er minder grond beschikbaar voor mestafzet, weidegang en onze vergroeningseisen. De landbouw wordt zo steeds intensiever. Is dat wat we willen? Samenvattend vinden wij dat de mogelijkheden binnen bebouwd gebied en de toepassingen op water en infra eerst benut moeten worden. Daarnaast zal besloten moeten worden hoeveel vierkante meter zonneakkers er vervolgens binnen een bepaalde straal gerealiseerd mogen worden. Waarbij oog is voor de impact op omliggende agrariërs. Dank u wel. Mevrouw Kleene, dank voor uw bijdrage. Ik ga nog even kijken of er vragen zijn vanuit de raad. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Ik hoop niet dat u denkt dat u dan de meeste vragen meteen gehad heeft. Ik zal proberen om het wat korter te houden. U geeft aan, mevrouw Kleene, dat de landbouw er intensiever van gaat worden. Dat is dan natuurlijk iets wat we wellicht met elkaar zouden moeten voorkomen. Maar kunt u ook een indicatie geven, want u noemt een aantal kosten, verhoging van de prijs van grond, de mestafzet. Heeft LTO daar ook een indicatie van wat die stijging van de grondprijs kan worden en wat het betekent in het kader van kosten voor die ondernemer? We hebben niet direct een indicatie, omdat we nog maar weinig zonnevelden hebben. Maar we hebben wel een idee dat wanneer mensen daar 5.000 of 6.000 euro per hectare kunnen voor gaan ontvangen op jaarbasis. Dat is voor geen enkele agrariër weg te zetten op een andere manier of op te brengen.
door buurman agrariër die dan misschien grond wil huren, die kan dat bedrag absoluut niet opbrengen. Daarnaast zou het zelfs zo kunnen zijn dat een agrariër die ook daarnaast nog agrariër blijft, ik noem maar 10 hectare zonnepanelen gaat zetten, daarvoor misschien 60.000 of 50.000 euro ontvangt, vervolgens in plaats van die 10 hectare daar misschien wel weer 30 hectare voor terug kan huren tegen het dubbele bedrag wat normaal de huurprijs zou zijn. En ook dat werkt weer concurrerend ten opzichte van de andere agrariërs. Dus kostenstijging voor grondprijzen vinden wij een hele kwalijke, waardoor we eigenlijk onze andere agrariërs de markt uitprijzen. Maar vindt u het niet eigenlijk gewoon een zaak van de ondernemer? Want u geeft aan van, zou een kader moeten komen hoeveel zonnevelden er in een bepaalde straal zouden mogen zijn. Is het niet gewoon aan de ondernemer om zelf te bepalen van, ik wil een zonneveld of niet? Daar gaan wij ook helemaal ons niet mee bemoeien. Natuurlijk is dat een taak van de ondernemer, maar wij denken dat de taak van de gemeente is om prioriteiten te stellen. Wat willen we? Willen we ook een gezonde agrarische sector in onze gemeente houden, ja of nee? En ik denk dat daar de crux ligt in dit verhaal. Tot hoever gaan we? En wat willen we gezond houden? En wat is daarin het evenwicht? Dank u wel. Meneer Jonkans. Ja, meneer Bak heeft eigenlijk mijn vraag al gesteld. Dan omdat het aan de boer is om dat zelf te beoordelen. Het zijn toch zelfstandige ondernemers. Dus als dat nu voor een boer die zeg maar, niet de mogelijkheid heeft om uit te breiden, maar hier toch extra inkomsten in kan voorzien, dan is dat toch een boer gered, zou ik bijna zeggen. Ja, eens. Maar wij gaan ook voor de andere boeren. En daar komt dan het probleem. Helder. Dank u wel, mevrouw Plenen. De volgende inspreker, de heer Bruins. Dank u wel. Mooi, dank u wel. College, goedenavond. Gemeenteraad, goedenavond. U leest misschien de Stentor. Ik verwacht het wel, want Stentor is een goede trant. En vanmorgen stond dat mooie gezicht van mij in de Stentor. Ja, ik zal het hier ook even laten zien. Ja, heb je het gezien? Ja. Nou, en ja, de andere buren van mij mochten er ook wel bij op van de fotograaf. Maar ja, die waren allemaal aan het werk. Dus gistermiddag om 3 uur, ik kon wel, en die andere buren niet. Het verhaal, dat hebt u waarschijnlijk dan ook wel gelezen. Dus dit leggen we dan weg. Ja? Dus ben ik daar al klaar mee. En dan gaan we verder. Een boerderij. Run op boerengrond. Voor zonneparken. Ja, heel verhaal erbij. Nou, moet u de boerderij maar lezen, alstublieft. We gaan verder. Ik lijk me zo'n vis, want zo'n koopman. He? Op de markt. Oh, wacht even. Deze. Ja, deze was. Deze hoorde hierbij. Ja, kijkt u eens. Zonnepark. Allemaal varkens eronder. Ja, goed. Ook klaar. Heeft u deze informatie ook voor de raadsleden straks? Want ik denk dat het niet heel goed zichtbaar is vanaf de ring. Ja, is niet zichtbaar. Met die varkens. jullie kunnen toch wel kijken of niet? Wat voor mensen hebben dan aan het werk? Dat kan toch? Ja? Allemaal voorzitter, misschien kan het even rondgegeven worden. Burgemeester, heel duidelijk. Ja? Ja, dat kan ik verloppen, hè? Goed zo, gaan we verder. Nou, dan komen we. Een brief. Gekregen. LC Energy. Het Engels voor mij is niet zo goed. Energy. Met een plaatje erbij. Dat had u er net al voor ook al gezien. Ja? Dat gaat over Knauwweg, Oost, Westeindigerdijk. Dat stuk. Ja? Iets dichter bij de microfoon, Knauwweg Oost, Westeindigerdijk. Ja, bedankt voor de tip. Goed, deze brief, die hebben 10 buren van mij ontvangen. Ja? Ja, hier is hij. Oh, daar moest ik mee beginnen met mijn namen te noemen. Dat was Jan Bruins, geboren 1911-1938. Dan weet u dat. Ook namens de bewoners grenzend aan de Kanaalweg Oost.
Hierbij wil ik een chronologische feiten op volgorde zetten. Op 11 juni een brief ontvangen door buren en mij van LC Energy en de heer Reinders van deze beiden. Bruins belt Reinders hierover. Er is vooraf contact geweest met de gemeente. Naar onze mening slecht nabuurschap. De volgorde is niet juist. Eerst de nabuurs, dan de gemeente. 19 september is er een rapport klaar voor de gemeente van LC Energy en Reinders. Op 12 november belt Reinders Bruins voor een afspraak en rapport af te geven. 13 november 's morgens geen rapport ontvangen. Bruins plaatst een advertentie in de toren. Kost hem €150. Zijn er nog mensen die mee willen betalen? Ik denk het niet. 'S middags belt Reinders Bruins om een afspraak te maken voor donderdagavond. Dat was dan 15 november. November. Reinders en NL Energy, de heer Zuidgeest en Bruins aan de keukentafel bij Bruins thuis. Gesproken over standpunten en over democratie en inspraak. Reinders heeft alle begrip en geen twistpunten. Het is echt over democratie. 21 november vandaag naar de gemeente. En dan wil ik nu verder gaan met de gemeente. Het college van BMW gaat naar onze mening, dan moet ik wel omdraaien, maar goed, gaat naar onze mening tekort door de bocht. Met voorstel medewerking te verlenen aan 6 ton zonneparken in 1 besluit. Ons advies, maak er 6 besluiten van, want dit advies heeft geen draagvlak en spreekt niet voor democratie. Uiteraard spreek ik voor Kanaalweg Oost en West-Ennegedijk en dan de beek langs. Mocht onze buurt er niet worden uitgelicht, dan komt Zwarte Piet op 4 december om 7 uur in het gemeentehuis persoonlijk op bezoek. Dus hij komt echt, hoor. Van den Berg, denk erom. Er zijn door dit advies, wat hier ligt van LC Energy, daar hebben ze gebruik van gemaakt van ringen. En wij wonen als met de buurt in ring 1. Er zijn 10 adressen, juist, maar allen tegen. Reinders vooraf, die hadden we gedacht, die kan beter bij zijn eigen huis voor of achter die plaatsen. Maar ja goed, dat wil hij liever ook niet. En de financiële belangen van Reinders, die zijn voor Reinders zelf erg hoog. En ook voor LSC Energy. Maar die moeten wij niet hebben. De belangen zijn tegengesteld ten opzichte van ons. Meneer Bruins, u zit al aan de 5 minuten. Het gaat snel, hè, als ja, u daar staat. Snel. Dan wil ik toch nog wel even graag afmaken, want die anderen, naar mijn idee, die hebben ook al behoorlijk wat tijd nodig gehad. Er kwamen ook veel vragen uit de raad. Er kwamen toen ook veel vragen uit de raad. Okay, dat zal bij u misschien ook zo zijn. Nou, maar dan mogen ze mij wel vragen, de raad, wie de tegenstanders zijn. Ja, de heer Van den Berg wil dat mij wel vragen. Die is wel aardig. Ja? Want in het rapport van LC Energy, 10 adressen, brief, 10 burgers. Lokaal raagvlak, participatie is essentieel, een hele mooie zin. Dat zal ik niet herhalen, stond in het rapport. Ring 1, waar wij in zitten, daar zit in. Mijn buurvrouw, die hebben ze niet benaderd. Nummer 2, autospeuterij, niet benaderd. 3, Jan Bruins, Kanaalweg Oost, tegen, niet benaderd. 4, Erik van Eerde, volle urenweg, tegen. 5, Erik Baraker, volle urenweg, tegen. Jelle Bergsma, tegen. Dirk Ranter, volle urenweg, tegen. 8, Hekman, volle urenweg, tegen. Breukeman senior, op deze weg, op deze plek, geen zonnepark. Breukeman, nummer 10, ook op deze plek, geen zonnepark. De heer Joor,
die er langs loopt, langs het pad, langs de beek, Olsmansdijk, tegen. Een paar dames, tegen. Ja, met adres erbij. Compagne en Lentes. Ik heb nog geen voorstander gehoord. Spijt me voor de heer Reinders en meneer Bruins, ja? U heeft een flinke lijst mensen opgenoemd. Volgens mij heeft u veel mensen die het eens met u zijn. Ja, vindt u het goed als ik zo naar een afronding ga en even de raad vraag of zij nog vragen voor u hebben? En mag ik nog één uitnodiging doen? Eén uitnodiging, ja? Sta ik toe. Ik nodig de gemeenteraad en het college van wethouders om nu aanstaande vrijdag om 3:00 bij me te komen hoe het er daar uitziet. Dan kunnen ze bij mij in de keuken komen zitten en kunnen ze zien hoe het zonnepark gaat worden. Ook tegenover die mensen die er tegenover wonen. Ja, want dat zit in ring 2, volgens het plan. Maar gaat uw gang, vraagt u mij maar. Goed, dank u wel, meneer Bruins. U maakt het wel uitnodigend om 4 december af te wachten, want ik ben wel nieuwsgierig wat Zwarte Piet voor meneer Van den Berg in petto heeft. Nou, ik denk niet veel goeds. Verleidelijk. Ik ga even kijken wie vragen voor u heeft, meneer Bruins. Ik zie de heer Stelpstra, de heer Roelofs, de heer Bak. Begin bij meneer Stelpstra. Nou, ik heb niet zozeer een vraag, mevrouw de voorzitter, maar ik wil heel graag de meneer even feliciteren met zijn verjaardag. Ik las in de krant dat hij onlangs 80 is geworden en dan toch nog zo'n performance hier neerzet. Alle complimenten. Dank u wel, dank u wel. Allemaal bedankt. Hier. Oh. Ja, nee, met mijn verjaardag wordt er gesproken. Bedankt, heer Stelstra. Dank u. Ja? Goed. Meneer Roelofs. Dank u wel, voorzitter. Meneer Bruins, ik dacht dat toen ik u binnen zag lopen, waar ken ik die man van? Maar dat was uit de stand, hoor. Dus dat is in ieder geval fijn om te weten. Uw betoog is een flinke opsomming van allerlei feiten en andere zaken. Dus ik zou het op prijs stellen als we uw betoog ook op schrift zouden kunnen krijgen. Want het ging mij net iets te snel om alles mee te schrijven aan data. Ik heb er een paar genoteerd, maar het ging me net iets te snel. Goed, ik wil u één vraag stellen. Ja. Ook aan de hand van het betoog wat meneer Zuidgeest eerder deed van LC Energy. En dat is eigenlijk, na dit traject gaan we met omwonenden en betrokkenen om tafel. En dan gaan we samen zorgen dat het goed komt. Dus mijn enige vraag aan u is, heeft u vertrouwen dat het goed komt? Ik heb alle vertrouwen dat het goed komt. Daarom kom ik hier ook. Ja, anders dan had ik ook niet hoeven te komen. Spijt me. Misschien moet ik mijn vraag dan iets anders formuleren. Nou, vooruit, en dat doe ik met plezier. Ja? Voor u. Heeft u er vertrouwen in dat er een mogelijkheid is om dit zonnepark door te laten gaan? Waarbij alle omwonenden, en dan laat ik even de ringen die u allemaal noemt los en ook alle namen, dat alle mensen zich kunnen vinden in het voorliggende plan van de indiener. Nee. Dank u. Nee. Onder geen voorwaarden. Dat is helder, dank u wel. Wat mij betreft, mag ik nog even verder met antwoord te geven? Ja? Wat mij betreft, ik ga bikkelhard door en ten slotte naar de Hoge Raad. Ben ik al eens eerder geweest met aluminiumfabriek Hardenberg. Ja, misschien wel bekend bij sommige raadsleden. Ben ik al eerder geweest, dan ga ik weer in de trein. En dan gaat de advocaat, die reed dan de eerste klas. En ik kom erachteraan in de tweede klas van de trein. Laat ik dan afsluitend zeggen dat ik buitengewoon veel respect heb voor uw strijdvaardigheid. Dank u wel. Dank u. Goed, nog een laatste vraag van meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een tal van vragen, voorzitter, maar omdat u het zo specifiek zegt, nog een laatste vraag. Dan zal ik toch een keuze moeten maken. Dank u wel, meneer Bruins, voor uw vlammend betoog. Ik heb nog een belangrijke vraag van wat verwacht u van de gemeente? Want even los van dat u tegen bent, dat heeft u heel goed geduid. Maar wat verwacht u van de gemeente in dit proces? Ik verwacht van de gemeente dat het voorstel wat ze u nou willen voorleggen, dat ze dat gaan splitsen in verschillende zonneparken en daar verschillend over gaan stemmen. En niet in één keer. Want dat kan gewoon niet. Dat is niet juist, naar mijn mening. Nee, dat heeft u zojuist ook gezegd. Ja, goed. Dat was punt 1. Ja, dat is punt 1. Maar wat verwacht u nog meer? Want daar ben ik wel even benieuwd naar. Want dat punt is me helder en duidelijk binnengekomen. Maar wat verwacht u verder ten aanzien van het zonnepark waar u nu voor komt inspreken? Wat ik ervan verwacht? Van de rol van de gemeente, ja. Het oog van de gemeente. Dat de gemeente er staat voor de bewoners. En niet voor het kapitaal
van de heer Reinders en energie. Ja, dat snapt u wel, hè, over dat geld. Ik dacht dat u wel vrij wijs zou zijn in verband met financiën. Ja, dat kan soms ingewikkeld zijn. Het hangt ervan af van welke kant je rekent. Het is niet zo moeilijk. Het gaat alleen maar over geld, geld, geld. Ja, is dat zo? Gaat het alleen over geld of gaat het ook over duurzaamheid? De duurzaamheid die kan ook op een andere manier gevormd worden. Hè, op andere stukken waar wat minder bij de bewoning is. Zoals Baldeveld, dat zit vlak bij de woonwijk. Mensen die er langs fietsen, ja, noemt u op, wandelaars. Dus dat kan ook op een andere plek. En ik sluit me helemaal aan bij die mevrouw, die er net geweest is, mevrouw Klein. Met die woorden sluit ik me helemaal aan. Ik vind het jammer van de gronden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bruins, ook voor uw unieke weergave. Nou, dank u wel. Salut, graag. Graag gedaan. Ik zal de handel weer meenemen. Ja, wellicht kunt u ook nog wat achterlaten, zodat we het kunnen verspreiden onder de raadsleden. Ja, ik heb nog één vraag. Want er werd gevraagd door de heer Bakhuis om iets klaar te maken dat ze een inzicht van mijn betoog hebben. Ja? Bij wie kan ik daar voor terecht? Bij de griffier. Oh, nou, dan kom ik wel bij de griffier. Ja? Akkoord. Dank u wel, meneer Bruins. Dank u. Graag mevrouw Van der Belt. Gaat uw gang, mevrouw Van der Belt. U heeft ook 5 minuten. Nou, ik denk dat sneller. Staat hij aan? Mevrouw de voorzitter, leden van de gemeenteraad, dames en heren. Hierbij wil ik mijn bezwaar en dat van mijn buren kenbaar maken over het aan te leggen zonnepark Langewijk, Botermanswijk in Dedenspaard. Hier vermoedt een perceel bos worden gekapt dat zorgt dat het CO2 van de snelweg N377 wordt omgezet in zuurstof. Daarvoor komen in de plaats zonnepanelen die elektriciteit moeten opwekken om de CO2 terug te dringen. Dus wat is de wens voor het milieu? Tevens berooft het veel vogels en eekhoorns en de al jaren broedende fazant van hun broedplaats. Daarnaast zullen wij heel veel overlast van de drukke autoweg N377 krijgen. Het kappen van een perceel verwaarloze kerstdennen vorig jaar heeft als resultaat dat er nu al veel geluidsoverlast is voor de buren op Langewijk 94, 92, 90 en 86. Ook vrezen wij voor de schittering van de zon op de panelen. Deze zullen naar het zuiden gericht worden, de plek waar onze woningen staan. Daardoor lopen wij het grote risico dat de schittering recht in onze woning zal komen. Iets wat ons woongenot ernstig zal aantasten. Verder hebben wij vragen over de ontsluiting van het zonnepark. Het perceel heeft nergens een toegangsweg. Omdat het perceel geen toegangsweg heeft, is er een gereden kans dat het noodzakelijke onderhoud tekort zal schieten en dat het rendement van dit park niet de gestelde waarde zal behalen. Daar komt nog bij dat als er een toegangsweg moet worden aangelegd, de vraag opkomt of deze weg dan door de gemeentelijke belastinggeld moet worden aangelegd of, omdat het een particulier initiatief is, door de onderneming zelf. In ieder geval zullen de aanlegkosten voor het zonnepark significant zullen stijgen. Hierdoor zal de terugverdientijd van de gedane investeringen fors omhoog gaan. Het zonnepark zal daarom veel minder rendabel zijn als wordt voorgespiegeld. Wij vragen de Raad dan ook om niet akkoord te gaan met deze locatie. Mochten deze plannen toch doorgaan, dan vragen wij dat gedeelte van het bosperceel dat niet noodzakelijk gebruikt wordt voor de zonnepanelen te laten staan, zodat de vogels en de eekhoorns nog enige ruimte hebben om te broeden. En er tussen de zonnepanelen en de woningen Langewijk 94, 92, 90 en 86 een groene buffer komt, zodat de schittering van de zon wordt voorkomen en de geluidshinder van de snelweg wordt verdemd. Dank u wel. Mevrouw Van der Belt, dank voor uw bijdrage. Blijft u nog even staan. Ik kijk even rond of er nog vragen zijn. Meneer Roelofs. Meneer Roelofs. Dank u, voorzitter. Mevrouw Van der Belt, deze kant zit ik. Ja, goedenavond. Dank voor uw betoog. Het interesseerde me wel dat u naast het milieuaspect ook de opbrengsten van het perceel meeneemt. Dus ook de belanghebbenden die het park graag willen aanleggen. Wat mijn vraag eigenlijk is, u heeft redelijk wat detail
vragen over het traject. Dus bent u hier al eerder bij betrokken geweest bij dit plan? Bent u op enige wijze geïnformeerd? En zo ja, hoe is dat dan gegaan? Er hebben twee mannen bij aangebeld. Die hebben een kaartje gegeven, zo'n beetje een ansichtkaart. Met groen, met streepjes erop, dat de zonnepanelen moesten voorstellen. Na heel lang wikken en wegen en nog eens draaien en nog eens keren, kwamen wij erachter dat een gedeelte van het bos, een klein gedeelte, kon blijven staan, maar dat die iets verder achteruit geplaatst zullen worden. Maar dat waarschijnlijk het hele bosperceel gekapt zal worden voor de zonnepanelen. Maar voor de rest is er met ons geen overleg geweest. We hebben nog niemand gezien. Ik heb die meneer gebeld en gevraagd of ik een overzicht kon krijgen. En toen zegt hij, dat heb ik niet. Hij zegt, ik zeg, waarom niet? Hij zegt, dat kost te veel, ik moet eerst zekerheid hebben. Dus verder is er geen overleg geweest. Een helder antwoord, dank u wel. Dank u wel. U mag weer plaatsnemen. Of zie ik nog een vraag? Nee, toch? Nee. En dan de laatste inspreker over dit onderwerp, de heer Faber. Goedenavond allemaal. Goedenavond, gemeenteraad, beste mensen. Ik heb spreektijd aangevraagd om ons bezwaar dat wij schriftelijk hebben ingediend als bewoners van Margriet 51, Margriet 49 en Margriet 53. En ook tijdens toen wij binnenkwamen mocht ik ook Zwanenbloem 5 en 7 noemen. Om ons bezwaar, wat wij dus schriftelijk hebben ingediend, nog eens even te bekrachtigen. Wij wonen dus al een hele tijd aan de Margriet. We hebben destijds, heel lang geleden, hebben wij besloten om daar te gaan wonen. Vanwege de vrijheid en met name het mooie, vrije en wijze uitzicht. Echter, met hele grote verbazing hebben wij onlangs in de Stendor moeten constateren dat er hele grote plannen zijn om in onze achtertuin een zonnepark te plaatsen. Precies in ons zichtveld. Volgens de criteria van de gemeente is het dus ook heel duidelijk dat bij de plannen de omwonenden en omgeving betrokken moeten zijn. Er is vanavond al eerder genoemd, de mensen aan de met name Valurenweg zijn er betrokken geweest. Er is blijkbaar een conclusie getrokken dat wij aan de Margriet verdere weg wonen. Nou, ik wou wel eens de uitdaging aangaan om te gaan meten wie het dichtst bij het park woont. Ik denk dat wij het gaan winnen. Helaas zijn wij totaal niet benaderd door de initiatiefnemers. Er is dus ook duidelijk al te weinig communicatie geweest met de bewoners aan de Valurenweg. Zo ook al bekend, ook door de heer Bruins net toegelicht, er is ook behoorlijk wat bezwaar ingediend. Het spandoek wat aan de Kanaalweg Oost staat, mogen dus ook duidelijk zijn. Even kijken. Ik ben even de draad kwijt. Oh ja, de initiatiefnemers, die zijn er dus blijkbaar ook van uitgegaan dat wij als aan Margriet geen last zouden hebben betreffende het uitzicht. Nou, ik wil u uitdagen, de heer Bruins heeft het BNW uitgenodigd om te komen kijken bij hun perceel. Ik nodig u hierbij ook uit. Op Margriet 51, dat kunt u zelf zien, wij hebben het volle zicht op het veld. Een ander punt wat ik vanavond nog niet heb genoemd, of wat heb op gehoord, is de effecten op de gezondheid van de mensen. Ten gevolge van het magnetisch veld gecreëerd door een zonnepark. Het is algemeen bekend dat elektrische apparatuur creëert magnetisch veld. Wat dus verstoring kan geven voor de gezondheid van de mensen. En er zijn nog zaken bekend dat ook apparatuur verstoord wordt. Daar hebben we totaal niks over gehoord. Ook het geluid van de omvormers, travo's, heb ik nog niet zo over gehoord. Maar dat is, ik moet zeggen, wij wonen heel rustig.
Wij willen onze rust niet verstoord hebben door dit soort apparatuur. Welzijn van de mens zou een hele belangrijke factor moeten zijn. Langs het kanaal, achter onze woning, zien wij dagelijks heel veel mensen lopen. Genieten van de rust, honden uitlaten, maar genieten van de rust. En ook niet te vergeten van de uitzichten die er zijn. En ook dus van de dieren die daar zo af en toe dag in het land loopt. Als daar op dit mooie gebied een zonnepark geplaatst zou worden, zou dit allemaal teniet worden gedaan. In principe, duurzame energie in de vorm van zonnepanelen is op zich helemaal niets mis mee. Daar zijn wij ook beslist niet op tegen. Echter, niet op een locatie zoals het nu gepland is. Zonneparken horen meer op industriële gebieden, of zoals al eerder genoemd vanavond, op daken van industriële panden enzovoort. Het mogen dan dus ook heel duidelijk zijn dat wij als bewoners van de Margriet, en ik denk dat ik de bewoners van de Zwanenbloem ook mag gaan noemen, dat wij als bewoners het zonnepark aan de Westeindige Dijk, Kanaalweg Oost, volledig onacceptabel vinden. Maatschappelijke meerwaarde, compensatie, is voor ons totaal niet interessant. Ons uitzicht is niet te compenseren. Ik heb de naam gezien van de mogelijke naam van het veld, van het zonneveld. Dat zou dan een zonneveld gaan noemen. Ik denk dat we het een beter iets andere namen kunnen geven in het dialect Zunde van het Veld. Dank u wel. Meneer Faber, dank u wel. Ik ga even kijken of er nog vragen voor u zijn. Meneer Roelofs en meneer Jonkans. Meneer Jonkans. Dank u wel, voorzitter. Ja, u geeft aan dat er gezondheidseffecten zijn. Die had ik nog niet eerder gehoord. U ook niet vandaag. Er is onduidelijkheid over. Hè? Er wordt niet te veel over gesproken. Maar als u dus internet... U suggereert dat er gezondheidseffecten zijn. Mogelijk. Maar daarmee suggereert u dat er gezondheidseffecten zijn. Zouden mogelijk kunnen zijn. Heeft u daar voorbeelden van? Nee, dat is dus wat ik graag wil weten. Daar zouden we daar graag een onderzoek naar willen hebben. Maar, en als het dan op aan u zegt van nou, dan moet het maar op daken, maar dan is het daar toch ook een probleem? Het is natuurlijk een groot verschil als je op een relatief klein dak of je hebt een veld van 13 hectare vol met zonnepanelen. En niet te vergeten, dit plan is wel heel dicht bij de wijk Baalderveld bedacht. Wat heeft het van effect op de gezondheid van de mensen op langere termijn, met name kleine kinderen? Weten we niet, weet niemand. Ik wil daar wel graag antwoord op hebben. Gezondheidseffecten die zijn gesuggereerd bij hoogspanningsleidingen. Dus ook soort spanningen komen bij mijn weten bij zonnevelden niet. U zegt bij mijn weten, maar is dat onderbouwd? Nee. Nee, dus? Maar u kunt het ook niet onderbouwen. Okay. Nee, maar vandaar moet daar onderzoek naar komen. Goed. Voldoende? Meneer Roelofs. Dank u, voorzitter. Meneer Faber, ik zal u niet verrassen met de technische details of dat soort vragen. Ik begrijp uw zorgen en dat u duidelijkheid nodig heeft. Ik ben even op zoek naar wat is nou het moment dat u voor het eerst van dit plan hoorde? Twee weken geleden in de Stentor. En heeft u in de tussentijd nog kans gezien om ergens antwoord op uw vragen te krijgen? Want u heeft te vele. Heeft u bijvoorbeeld contact gehad met initiatiefnemers, met gemeenten op andere manieren? Daar ben ik even zo zeggen, als je op een heel korte termijn erachter komt wat er gaande is, en met name door het spandoek wat er vorige week door onze achterburen is gezet, kwamen we tot de realisatie van, het wordt niet serieus. Dus vanaf dat moment zijn wij gaan zoeken. Nou ja, en dan kom je stukje voor stukje, krijg je een stukje van de puzzel bij elkaar, maar de puzzel is lang niet compleet. Maar hoe dan ook. Ik denk dat het heel duidelijk is. Wij als bewoners vinden het echt onacceptabel. Komt u maar bij ons achter thuis kijken. Wij willen ons uitzicht houden zo het is. Heel duidelijk. Uw zorgen zijn mij duidelijk. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Er zijn verder geen vragen. Oké, dank u wel. Goed.
Goed, gaan wij door naar het meningsvormend gedeelte van deze vergadering. Agenda punt 4, het duurzaamheidsprogramma en richtinggevende besluitvorming voor vervolg op doorzetten pilotprojecten zonneparken. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Roodemond, meneer Bak, meneer Bosloof, meneer Roelofs en meneer Kuips. Ik begin bij meneer Kuips. Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie wil graag aan de slag met de energietransitie en wij willen hierin graag stappen zetten. Daarom heeft duurzaamheid ook een prominente rol in het coalitieakkoord. Hierin staat, en ik citeer, welke mogelijkheden zijn er voor grootschalige plaatsing van zonnepanelen op daken van schuren en bedrijfsgebouwen, alsmede particuliere daken? De fractie van de ChristenUnie is dus in de veronderstelling dat de afspraak is eerst aan de slag te gaan met zonnepanelen op daken. Dat het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen sporen zal achterlaten in ons landschap, is onvermijdelijk. Alleen vinden wij dit voorstel nu te vroeg en is dit niet de weg in onze optiek die is afgesproken. Bovendien gaat dit voorstel alleen over zonne-energie, maar waar is de mix met windenergie? Wij zoeken naar een breed afwegingskader, maar zien in dit raadsvoorstel geen beleidsontwikkeling. Behalve het starten van een pilot met zonnevelden, en dan ook meteen een forse. En 2,5% is mooi, maar we vragen ons af of het niet beter is om dit voorstel in het komend voorjaar te behandelen, na behandeling van de duurzaamheidsnota. Het plan in Lutte vinden wij sympathiek. Hiervan weten wij al enige tijd. En het is een voorbeeldproject gezien de rol van de lokale gemeenschap en het plaatselijk belang. Deze kan van ons direct goedkeuring ontvangen. De andere projecten zijn nieuw voor ons en overvallen ons een beetje. Het voorstel roept bij ons op dit moment de volgende vraag op. Wat is de status van het onderzoek naar zonnepanelen op daken? Waarom komt het college nu niet met een breder afwegingskader? In hoeverre is de aanleg van 45 hectare zonnevelden met een gemiddelde een duur van 20 jaar tot het uitvoeren van een pilot? We hebben ook nog wel vragen over milieutechnische aspecten en de effecten op de leefomgeving. Bijvoorbeeld, is het schadelijk voor de ondergrond? Dit leidt bij ons tot de vraag, is het niet bij zo'n groot project dat het merkplichtig is? In eerdere notities hebben we aangegeven dat maatschappelijk draagvlak een belangrijk aspect is van duurzame ontwikkelingen. Wij zien echter overwegend alleen het aspect landschappelijke inpasbaarheid in dit voorstel terug. Kan de wethouder daar wat meer over zeggen? Welke rol heeft de gemeente gehad in het tot stand komen van de huidige plannen? Wat is de rol van het duurzaamheidsfonds en de projectmanager die hiermee aan de slag is? Wat gebeurt er als de plannen een paar maanden worden vooruitgeschoven, afgezien van Lutte? En tenslotte, voorzitter, welke stappen worden naar dit raadsvoorstel genomen? Is het nu akkoord? En ze gaan direct aan de slag, of hebben wij hier in een later stadia er ook nog wat van te vinden? Dank u wel. Dank u wel. Meneer Roelofs. Dank u wel, voorzitter. Het onderwerp waar we vanavond over spreken staat flink in de belangstelling. Dat hebben we de afgelopen periode al gemerkt, als raad, maar zeker ook als fractie. We hebben initiatiefnemers van zonneparken te gast gehad, dus we hebben onze vragen al deels kunnen stellen. En we zijn veelvuldig per mail en telefonisch benaderd door mensen met vragen, met zorgen, met frustraties. Duidelijk is dat wij hier vanavond over nadenken, maar dat doet de omgeving zeker ook. Het aantal aanwezigen duidt dat al. Voordat ik inga op het voorliggende voorstel, wil ik graag eerst naar een breder perspectief, want dat is volgens mij wel op zijn plaats. In het coalitieakkoord, waar meneer Kuipers ook al even aan refereerde, is een deel gewijd aan duurzaam Hardenberg. Wat daar een groot punt is, is dat er voor 1 april 2019... onderzoek plaats zal vinden naar meerdere mogelijkheden en alternatieven, omdat wij voor belangrijke keuzes staan. Er zijn meerdere manieren om doelstellingen te bereiken, waar dit er maar één van is. Met de projecten in categorie 1, als ik hierbij inga op het voorstel, u stelt voor om medewerking te verlenen aan 7 principeverzoeken over realisering van een zonnepark. En daarmee voorzien we rond de 40 hectare, meneer Kuipers had er een paar meer, maar laten we zeggen rond de 40 hectare, van onze ondergrond van zonnepanelen. 40 hectare landbouwgrond. Maak daar maar eens een kaartje van hoeveel dat is. En dan hebben we het nog steeds over een pilot. Al eerder,
hebben we als CDA aangegeven terughoudend te willen zijn met het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond. Hier hebben we zelfs een motie over ingediend die brede steun kreeg. Mevrouw Kleene van LTO Noord refereerde hier al aan. En ook meneer Faber noemt het als uitstekende optie om als eerste van het dakvermogen uit te gaan. Ons landschap is gevarieerd en is nauw verbonden met de landbouw. Niet alleen is de sector beeld bepalend voor het landschap, ze zorgt ook voor het beheer ervan. Onze natuurlijke omgeving vormt ook een belangrijk decor voor onze vrije tijdsbesteding. En dat is wat ons betreft voldoende om samen zuinig op te zijn, voor onszelf, maar ook zeker voor de generaties na ons. De agrarische bestemming van de gronden waarover gesproken wordt, moet zeker behouden blijven. Daar staan we achter. We willen verduurzamen en we willen stappen maken, maar wel samen en wel verantwoord. De ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie gaan in snel tempo door. Als voorbeeld noem ik hier graag de schooldakrevolutie, waarin gestreefd wordt dat de helft van alle geschikte scholen in 2020 van zonnepanelen zijn voorzien. En het feit dat in 2024 alle asbestdaken moeten zijn verwijderd. Daar zijn ook subsidiemogelijkheden voor beschikbaar. En de opdracht van asbestsanering kan uitstekend gecombineerd worden met zonnepanelen. Als gemeente moeten we bovenop de ontwikkeling zitten. Want over 10 jaar ziet de wereld er heel anders uit. Voor wat betreft energiegebruik, maar ook energieopwekking. Draagvlak. Laat ik er maar een aparte zin van maken. Draagvlak. Vaak genoemd, maar een belangrijk criterium voor het CDA. Een breed maatschappelijk draagvlak blijft een voorwaarde. Zoals de gemeenteraad al eerder heeft aangegeven. Lokale zeggenschap en verdiensten zijn belangrijke factoren voor dat draagvlak. Uit de genoemde initiatieven zou ik graag het initiatief van Lutte Levert noemen als positief voorbeeld. Ik denk dat dat voorbeeld ons allemaal is opgevallen. Uit de reacties die we gekregen hebben, ook vanavond weer, blijkt dat de omwonenden niet alleen maar positief zijn. Net als bijvoorbeeld bij windmolens, moeten dit soort projecten draagvlak hebben in de directe omgeving. Met naast de nadelen ook voordelen voor de direct betrokkenen. Hoe je het ook bent of keert, een zonnepark verandert de omgeving. Een groene zee van grasland wordt ineens onderbroken door een zwarte vlek vol zonnepanelen. Hoe gaan we om met ingesloten agrariërs die opeens geen onderdeel meer uitmaken van het platteland? Is er een waardedaling van woningen in het buitengebied te verwachten? De eigenaren die speciaal buiten zijn gaan wonen hebben daar zeker een mening over. Naar aanleiding van de insprekers en het voorliggende document heb ik een aantal vragen. En een aantal, dat is een paar keer een aantal. Ik verwees eerder in mijn betogen naar het coalitieakkoord, waarin staat dat er onderzoek plaats gaat vinden naar meerdere mogelijkheden en alternatieven voor 1 april 2019. Wat is de status van dat onderzoek en waarom kiest u ervoor om vooruit te lopen op de resultaten van dat onderzoek? Een van de doelen van dat onderzoek is bijvoorbeeld om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor grootschalige plaatsing van zonnepanelen op daken van schuren en bedrijfsgebouwen, als mede particuliere daken. Ziet u de uitkomsten niet als zeer relevant in de keuzes die we op de overige terreinen samen gaan maken? In hoeverre geeft dit voorstel uitwerking aan het provinciale beleid dat zonnepanelen in principe geplaatst worden op gronden die bebouwd zijn of bebouwd kunnen worden, zoals braakliggende bedrijfsterreinen? Voor ons bekend zijn de mogelijke gevolgen voor bodem, water, bodemleven en mogelijke uitspoeling van zware metalen naar het oppervlaktewater nog niet bekend en wordt daar nog onderzoek naar gedaan. Is dat correct of heeft u daar andere informatie over? Er wordt uitgegaan van een tijdelijke vergunning voor 25 jaar. Het is echter niet uit te sluiten dat een investeerder ervoor kiest om de zonnepanelen bijvoorbeeld na 15 jaar al te vervangen. Welke consequenties heeft dit voor de tijdelijkheid? Ziet u alternatieven voor deze projecten waarmee we onze doelstellingen kunnen bereiken? Welk deel van de doelstelling in 2030 moet gehaald worden door zonneparken? Waarom stelt u wel een principebesluit voor bij de eerste projecten en moet er onderzoek plaatsvinden naar categorie 3? Waar zit de voornaamste onzekerheid bij die projecten? Ik lees in het voorstel verder niks over het elektriciteitsnet. In Groningen en Drenthe zagen we al dat het elektriciteitsnet daar niet voldoende capaciteit heeft om de energie uit extra zonneparken te verwerken. In Friesland kan slechts 10% van de aanvragen gehonoreerd worden door de capaciteit van het aanwezige netwerk. Hoe zit dat in Hardenberg? U noemt in het voorstel een aantal criteria waaraan mogelijke projecten moeten voldoen. Zit er voor u een prioriteit in deze criteria?
Oftewel staan ze in volgorde van belangrijkheid zoals u ze meeweegt. Verwacht u daarnaast van ons nog aanvullende criteria of is dat voor u een uitputtende lijst? Maatschappelijke meerwaarde en compensatie. De punten die hierbij genoemd worden bij de verschillende voorstellen. Ik ben benieuwd of dat onderdeel is van de vergunning. Oftewel de onderdelen die daarin staan. Er staat heel veel, we zouden kunnen of we streven ernaar. In hoeverre zou u dat afdwingen bij de vergunningverlening? Het opruimen van zonneparken is al eerder ter sprake geweest. Dus kunnen we dat afdwingen in geval van bijvoorbeeld faillissement? Dus hoe houden we die gronden schoon als blijkt dat het niet haalbaar of niet rendabel is? Bij windmolens hebben volgens het coalitieakkoord lokale coöperaties de voorkeur boven commerciële partijen. Dit lijkt op basis van het voorliggende stuk niet te gelden voor de voorgestelde zonneparken. Kiest u deze wijze van selectie niet voor zonneparken? Kunt u daar een toelichting op geven? En de laatste vraag. In dit dossier is weer duidelijk geworden hoe groot het belang is van communicatie. De signalen die we gekregen hebben leren ons wederom de impact van de wijze waarop communicatie plaatsvindt. Dat geldt voor de communicatie door de initiatiefnemers, maar ook voor de gemeente. Laat ik het betoog van mevrouw Van der Belt nog eens aanhalen. Veel zorgen en weinig antwoorden. Dat is wel de samenvatting daarvan. Wij willen erop blijven wijzen, zoals we dat al veel vaker hebben gedaan, dat zorgvuldige en tijdige communicatie veel onduidelijkheid en onrust kan voorkomen. Zo zou ik op willen blijven hameren. Ik wil graag afsluiten met de opmerking dat we als CDA veel waarde hechten aan onze duurzaamheidsdoelstellingen, maar ook aan onze natuurlijke omgeving. Dit voorstel lijkt vooral gericht op het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen op energiegebied, terwijl volgens ons een integrale visie leidend zou moeten zijn. Daarom willen we op een zorgvuldige manier een keuze maken die goed is voor nu, maar zeker ook verantwoord is naar de toekomst. Dank u wel. Dank u wel, meneer Roelofs. Ik ga naar meneer Boshoven. Ja, dank u wel, voorzitter. GroenLinks is op zich wel tevreden dat dit stuk nu voor ligt, omdat dit een deel duidelijkheid kan geven aan ontwikkelaars die bezig zijn met het zonnepark. En sommige plannen liggen er al best lang en vinden het daarom ook eerlijk dat wij nu, of hopelijk 4 december, daar een stem in kunnen geven en een steun in de rug kunnen geven aan de initiatiefnemers. Wel zien wij inderdaad dat rondom participatie en het maatschappelijk draagvlak er nog enige vraagtekens in zitten, maar dat vinden wij op zich geen groot bezwaar. Immers is dit slechts nog een principeakkoord wat we hier afspreken. Er zal nog een lang traject nodig zijn om te werken aan draagvlak, maar wij hebben er wel vertrouwen in dat de initiatiefnemers hier naar willen zoeken. Wij willen de portefeuillehouder wel vragen of hij daar voor de gemeente ook een actieve rol in ziet om de initiatiefnemers te ondersteunen in het creëren van draagvlak. Daarnaast zouden we graag horen in welke termijn wij meer kunnen weten over de 3 nader te onderzoeken parken. En ik sluit me aan bij de vraag van het CDA wat daar de afwegingen zijn geweest. Daarnaast wordt ook een aantal plannen voorgesteld om daar geen medewerking aan te verlenen. Het is ons duidelijk op basis van welke de criteria, dat is in dit stuk heel duidelijk naar voren gekomen. Maar we willen wel vragen of er met deze initiatiefnemers nog contact zal blijven. Want we zouden het jammer vinden als de interesse van deze mensen in het ontwikkelen van duurzaamheidsplannen zou verdwijnen. En daarnaast nog even specifieke vragen over het park voorgenomen in Dedemsvaart. Ook naar aanleiding van een van de insprekers van vanavond. Kan de portefeuillehouder daar enige duidelijkheid over geven of er een mogelijkheid is om daar toch die groene omgeving te gebruiken in de aanleg van het zonnepark. En dat was het voor dusver. Dank u wel, meneer Boshoven. Ga ik naar meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. De meeste vragen zijn op dit moment al gesteld, met name door de uitgebreide vraagstelling van het CDA.
Ik was overigens nog niet in de veronderstelling dat we nu al in de raad zaten en al een uitgebreid betoog gingen houden. Maar ik wil het toch niet nalaten om ook een klein beetje aan te geven waar het VVD nu staat. Ik ben een beetje slecht bij stem. Wat ik eigenlijk nog niet voornemens was geweest vanavond, om in eerste instantie eigenlijk eerst maar eens wat vragen ter verduidelijking te stellen. Maar wat ik in ieder geval vanavond constateer is dat zodra het over duurzaamheid gaat, er in één keer heel veel belangen naar voren komen. Terwijl we met elkaar ook een enorme uitdaging hebben. Hè. Laten we dat kader ook heel helder hebben met elkaar. En ik zei het vanavond heel gekscherend tegen mijn buurman, maar dat is wel waar het over gaat. Gaan we nu met elkaar de afweging maken om lokaal projecten te doen waar ieder een beetje last van heeft, of hebben we in de toekomst nog een grotere uitdaging? Dat is volgens mij waar we hier vanavond over spreken. En dat is lastig, want het raakt aan ieder. Dat vinden wij als VVD ook een lastige afweging, waarbij ons het altijd heel erg van belang is dat we die duurzaamheidsdoelstellingen gaan halen. Daar zijn we ook altijd duidelijk in geweest. Maar draagvlak, ik vind het eigenlijk een hele vervelende term, vooral als het draagvlak creëren wordt, is voor ons ook belangrijk. Kortom, je zou dit met elkaar moeten doen. Je zou met elkaar aan de duurzaamheidsdoelstelling moeten werken. En daar gaan mijn vragen dan ook richting het college aan. Heeft het college op dit moment het gevoel dat ze regie op dit proces heeft? Wij waren namelijk verrast. Heeft het college een goede kaderstelling waarbinnen zonneparken gecreëerd kunnen worden, neergezet kunnen worden? Is er een goed afwegingskader in relatie tot andere duurzaamheidsinitiatieven? Is de volgordelijkheid de juiste, ook in relatie tot het coalitieakkoord? Maar ik wijs ook even naar de motie van volgens mij 3 oktober van vorig jaar. Waar ook iets is gezegd over een bepaalde terughoudendheid op landbouwgrond. Is er een inschatting gemaakt wat dit voor de agrarische sector in het gebied betekent? Kortom, wij missen eigenlijk heel erg de integrale aanpak. En dat maakt het lastig. En ik wil ook wel een principiële vraag hier in de raad neerleggen. Is dit procesmatig nu het juiste wat wij met elkaar doen? Moeten wij op dit stadium, in dit stadium, op fase van principeverzoeken, met elkaar het gesprek voeren? Want ik hoor heel veel insprekers zeggen van, we zijn nog niet goed geïnformeerd. We weten dit nog niet. Dus we moeten ook naar onszelf kijken. En dat is een vraag die ik hier in de raad in uw midden wil leggen. Hebben wij het juiste besloten door de principeverzoeken hier langs te laten komen? Of hadden we dat toch niet bij het college moeten laten? Ik wil graag de mening van het college daarover horen, maar ik wil ook de mening van u als raadsleden hier graag over horen. Dus ik kijk ook nu naar de partijen om daar een beantwoording in te geven. Voorzitter, misschien wil de heer Bak aangeven wat hij er zelf van vindt. Ik ben wel nieuwsgierig. Ik wilde eigenlijk voorstellen om zo even het rondje af te maken en dan de vraag van meneer Bak in eerste instantie in de raad te stellen en dan vervolgens het college aan het woord te laten. Vraag ik meneer Bak als eerste om een reactie op zijn eigen vraagstelling. Ik leg de vraag niet voor niets in het midden, mevrouw de voorzitter. Dus ik denk dat het een beetje flauw is om de vraag dan bij mij terug te leggen. De vraag met de vraag beantwoorden vind ik niet een hele chique. Dus ik leg hem bewust even in uw midden neer. En de vraag stellen geeft ook al een klein beetje aan hoe je erin zit. Dus laat ik dat dan in zoverre meegeven. Dan hebben we de andere partij al een beetje kader waar die vraag vandaan komt. Verder heb ik nog wel vele inhoudelijke vragen per voorstel, maar die laat ik nu even voor wat het is en wellicht voor de tweede termijn. Dank u wel, meneer Bak. Na de ronde gaan we even de fracties bij langs. Ik zou het wel op prijs stellen. U geeft eigenlijk aan dat uw fractie het niet goed weet. Laten we de vraag straks stellen. Prima. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Zoals de heer Bak al zei, de meeste vragen zijn wel gesteld. Wat mij wat zorgen baart is in ieder geval de grote verdeeldheid die zichtbaar is rondom het thema komst van eventuele zonneparken in de gemeente Hardenberg. En dan gaat het met name over zorgen die ook bekend zijn als het gaat over bijvoorbeeld de komst van windmolenparken of andere grote ingrepen in de directe omgeving van omwonenden. Daar wil ik zeker mijn ogen niet voor sluiten. Laat onverlet dat mijn fractie in de vorige periode en ook in deze periode steeds heeft gezegd, wij blijven groot voorstander voor de komst van zoveel mogelijk opwekking van duurzame energie.
Dat geldt ook hiervoor. En daarmee ben ik ook wat verbaasd over de verbazing die hier wordt uitgesproken. Klinkt wat cryptisch, maar goed, als meerdere partijen zeggen wij zijn wat verbaasd over het aantal initiatieven dat nu voor ligt. En we zouden toch eerst naar daken kijken. Was in mijn beleving dat er al wat initiatieven waren aangekondigd door de vorige wethouder in de vorige periode dus ook. En dat wij die zouden gaan wegen in deze periode, wat we nu eigenlijk aan het doen zijn. Sluit ik me aan bij de opmerking eigenlijk van de heer Bak met een vraag aan het college die eigenlijk werd opgeworpen door de heer Zuidgeest. Dit proces, dat staat misschien ook de samenwerking met de buurt in de weg. Juist omdat er nu geen antwoorden gegeven kunnen worden, ontstaat er misschien wat angst, onzekerheid en daardoor mogelijk wat weerstand. Dat zouden we, wat mijn voorkeur betreft in ieder geval, moeten repareren op zijn minst. En in de toekomst ook zien te voorkomen door een ander proces te bewandelen. Mijn vraag aan het college is ook, is het college daartoe bereid en ziet ze ook alternatieven voor de volgorde zoals we die nu bewandelen? En aansluitend daarop, hoe denkt het college, misschien samen met ons ook wel, deze weerstand en deze verdeeldheid in de gemeente te repareren, zodat we wel naar zoveel mogelijk duurzame energie kunnen gaan. Daar wil ik het even bij laten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rodemond. Ga ik naar meneer Jonkans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een grote opkomst met veel insprekers en met veel bezorgde insprekers ook. Het is dan ook niet niks, de veranderingen die op ons afkomen. We moeten als Nederland voldoen aan de Parijsakkoorden. En we hebben als gemeente als gevolg daarvan een realistische doelstelling neergelegd om op termijn CO2 neutraal te worden. Dit ook in het licht van rentmeesterschap, de toekomst die we ook door willen geven aan onze kinderen. Als we nu niets doen, stijgt op termijn de temperatuur met 2 graden. En met voor de generaties na ons catastrofale gevolgen. Daarnaast is er ook nog een doelstelling dat we op korte termijn van het gas af moeten. Mede ook vanwege de problemen in Groningen. We staan dan nu ook aan het begin van een energietransitie en we moeten in actie komen voor de toekomst. De vraag is dan, wat gaan we doen? Wij denken dat zon, net als wind, daarin een goede rol kan vervullen. Dat betekent nog niet dat we gelijk akkoord gaan met dit plan, maar we hebben nog wel enkele vragen. Want dit plan raakt namelijk ook ons landschap. Het is al eerder genoemd en er zijn ook al veel andere vragen daarover gesteld. Maar wat wij wel van belang vinden is, de kwaliteit van ons landschap kan worden aangetast als je heel veel kleine zonneveldjes doet. En de vraag is dan ook, naast de vraag van hoe staat het met de zonnepanelen op daken, dat is al gezegd. Als we nu 6 velden in totaal 40 hectare doen, dan hebben we nog maar een klein deel van onze doelstelling bereikt. Als je dit doortrekt naar de toekomst, dan krijg je de komende 10 jaar, 20 jaar nog veel meer aanvragen. En als we nu niet een bodem leggen in de afmeting, denk ik dat we een enorm versnipperd landschap krijgen met heel veel verschillende zonneveldjes. Waarbij elke keer mensen gaan zeggen van, kan het niet anders, moet dat niet. En als je dat bij elkaar optelt, zijn heel veel mensen gedupeerd. Ik zou er daarom ook voor willen pleiten, en daar zou ik ook graag antwoord op willen hebben, want waarom is er niet een ondergrens gelegd? Dus bijvoorbeeld minimaal 10, 20 hectare. Wat is daarbij de afweging geweest om in principe alles toe te laten? En vervolgens, er is de vraag gesteld van energiecoöperaties, het zal wel mooi zijn, maar die ontstaan niet zomaar. Op welke wijze stimuleert het college dat en op welke wijze zou het college dat kunnen doen als ze dat nog niet doen? Daar hadden voorlopig even mijn vraag. Dank u wel, meneer Jonkhans. Heel veel vragen voor het college. Meneer Schuurman, ben ik u vergeten? Excuses. Ja, maar ik meld me wel. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij zitten een klein beetje als 50 plus, nadat alles wat hier al gezegd is, toch, wat ook meneer Faber zegt, een gezondheidsrisico. Is daarnaar gekeken, zo ja, op welke manier
Zo nee, waarom niet? Dan wil ik het in eerste instantie even bij laten. Dank u wel, meneer Schuurman. Er zijn veel vragen voor het college gesteld, maar ook een vraag aan de raad door de VVD-fractie. Die aangeven, goh, wij hebben best wel wat zorg. Moeten we het gesprek in dit gremium nu voeren over principe toezegging? Of moeten we dat besluit niet bij het college laten? Dat heb ik het goed verwoord. Zeker, voorzitter. Goed. Zal ik even een rondje langs de fracties daarover doen? Wie wil daarop reageren? Meneer Kuiper. Kuipers. Ik denk dat het op zich logisch is, omdat er op dit moment nog geen beleid voor is. Nou, vandaar dat we dan voor kiezen om de principeverzoeken hier neer te leggen. Als we wel een beleid hebben, dan is dit niet meer nodig. Misschien mag ik u een tegenvraag stellen, meneer Kuipers. Bent u tevreden met hoe het proces dan nu loopt? Want er is heel veel bezorgdheid en dit onderwerp heeft dus nu heel veel stof doen opwaaien. En had dat niet op een andere manier gekund als het college zelf had kunnen besluiten over de principeverzoeken en hadden we het dan niet op een later stadium hier in meer nuance kunnen krijgen? Nou, dat is denk ik, ja, dat kunnen we op dit moment slecht beoordelen, denk ik, omdat er dus nog geen beleid is. Lastig dat u een tegenvraag stelt trouwens. Als wij vragen stellen, leggen we ook altijd even onze eigen mening erin. Dus hier nog even weten. Meneer Roelofs. Dank, voorzitter. Twee delen als antwoord op de vraag van meneer Bak. Waar ik blij mee ben, is dat we meegenomen zijn in het traject om te komen tot keuzes. Dat vind ik wel een belangrijke namelijk, want dit zijn niet zomaar keuzes. En die moeten we met z'n allen maken. Niet alleen als raad, maar met z'n allen. Dus ook met de omgeving. En dat leidt mij gelijk naar mijn tweede opmerking. En dat is dat de communicatie rondom dit traject mij en ons veel te veel onrust heeft veroorzaakt. Dus als de communicatie anders zou zijn, was ik hier nog enthousiaster over geweest. Maar ik ben blij dat we ze hebben meegenomen. En u komt ongetwijfeld met een vervolgvraag. Zeker. Meneer Boshoven. Maar mevrouw, als ik mag reageren en met toch een tegenvraag. Zouden we het hier niet met elkaar over de kaderstelling moeten hebben in algemene zin en niet dit soort initiatieven daar als voorbeeld voor moeten gebruiken? Dat is een keuze. Ik denk dat de initiatieven zoals ze voorliggen nu ons wel heel veel specifieke informatie heeft gegeven over die projecten, over locaties in de gemeente, over hoe omwonenden erover denken. En dat maakt het uitwerken van dit verhaal veel praktischer en veel herkenbaarder voor ons, maar ook voor onze omgeving. Ja, voorzitter. Ook mijn fractie heeft wel twijfels gehad over of dit het juiste moment is. We vinden het vroeg in het proces, maar tegelijkertijd zijn we ook blij dat we wel meegenomen worden in het proces. Tegelijkertijd herkennen wij wat de VVD ook aangeeft. Het geeft ontzettende onrust. En eigenlijk is mijn fractie heel zoekende of dit het juiste is wat we hebben gedaan. Ik sluit me verder aan bij hetgeen wat CDA zei over de communicatie, maar ik denk wel dat we inderdaad met een bredere blik naar het proces moeten gaan kijken of dit juist is geweest. En mijn fractie twijfelt daar wel aan. Meneer Rodemond. Ja, je hebt meenemen en meenemen. Je kan natuurlijk zeggen van we leggen dit ter besluitvorming voor en dat duurt een eeuwigheid voordat je zover bent. Want zo werkt de overheid nu eenmaal. Of je zegt, nou ja, we kennen een aantal initiatieven, die laten we aan u zien. En wij hopen dat u daarin mee kan gaan. Kijk, wat mij betreft waren er vrij heldere kaders. We hebben ooit gezegd, we willen in ieder geval in 2030 30% duurzame energie hebben opgewekt voor de gemeente Harmberg. En dat doen we op een aantal manieren. We hebben een windpark nabij Dedumsvaart weten te realiseren in de besluitvorming althans. Daarnaast hebben we gezegd, we leggen het terug in de samenleving om te kijken of daar grootschalige en haalbare initiatieven uit kunnen komen. Ja, en dan kom je gelijk op het punt, en ik refereerde er net ook al aan, dat de heer Zuidgeest ook al zei, het proces van besluitvorming door de gemeente vertraagt eigenlijk de samenwerking met een buurt. En daarmee heb ik wel wat vragen over de vorm van dit proces zoals het nu is gekozen, daarom ook mijn vragen.
Maar dat laat onverlet dat ik blij ben dat de initiatieven er zijn. Dat de kaders mij helder zijn in ieder geval. En dat ik hoop dat we zo snel mogelijk voor initiatiefnemers en omwonenden duidelijkheid kunnen verschaffen en door kunnen gaan. Meneer Kloekhorst. Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, wij zijn het grotendeels eens met de heer Bak. Toch denk ik dat het te goedkoop is om te zeggen van college, jullie hebben het fout gedaan. Want wij hebben willens en wetens, een poos terug, zelf deze procedure afgedwongen. De raad bepaalt het no-go of go-moment. En daar zitten we nu mee. Want ik begrijp ook dat we inderdaad onzekerheid gezaaid hebben. Zowel bij de omwonenden als bij de initiatiefnemers. Mijn gedachten gaan dan altijd uit naar de behandeling van de windmolens. En toen zeiden wij wel eens van wie windzaait zal stormen oogsten. Ik hoop dat vanavond over zonne-energie te hebben, maar ik besef nu ook dat we inderdaad bij de omwonenden twijfel opgeroepen hebben. Mede door de keuze van dit proces. Ik wil niet zeggen dat wij zeggen van doe uw zaak over, maar nogmaals, vorig jaar hebben we er zelf om gevraagd. Met de angst van gaan we hetzelfde proces in als met de windmolens. Ik moet nederig bekennen van we zijn een poosje op weg naar de bewoners toe om onduidelijkheid te zaaien. Voorzitter, ik wil graag even reageren. U geeft aan, het is te goedkoop om het college de schuld te geven. Dat doe ik ook absoluut niet. Hè. Ik kijk hierbij ook echt naar onszelf, want we hebben zelf hier een besluit overgenomen. Daar ben ik helemaal met u eens. En ik wijs in dit geval absoluut niet naar het college. Daarom stel ik de vraag en aan het college en aan uw raadsleden om daar antwoord op te geven. Meneer Jonkans. Ja, als antwoord op meneer Bak. Ja, het is een pilot. En we hebben afgesproken dat we als raad daar bovenop willen zitten. En dit is nieuw. Daarom heet het ook een pilot. En dan vind ik het een teken van betrokkenheid dat er mensen komen inspreken. Alleen het is als na vaststelling van dit, dit voorstel, zeg maar, dan is het college aan zet samen met de initiatiefnemers om hun stinkende best te doen om draagvlak te organiseren voor deze voorstellen. Dus ik ben blij dat we dit nu bespreken, zodat we ook weten hoe het leeft. Ook als dat betekent dat je met een achterstand begint? Ik had niet de illusie, na ervaringen ook met windenergie, dat zulke soort dingen rimpeloos zullen gaan verlopen. Meneer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij stellen ons toch wel op het standpunt hier wat eerst veel beter gecommuniceerd moeten worden met de buurt. Er zijn gigantisch veel problemen ontstaan en tegenstanders. Misschien was dat niet nodig geweest. Wanneer dit anders was aangepakt, misschien ook door het college, om meer openheid te geven van tevoren en ook informatie van hoe gebeurt het, dan was het, denk ik, anders verlopen. Dank u allen voor de reactie. Voorzitter. Volgens mij hebben we het antwoord van de VVD zelf nog te goed. Nog scherp, meneer Roos. Nou, de vraag stellen is hem natuurlijk deels beantwoorden. En zorgvuldigheid is voor ons in deze heel belangrijk. En als je met elkaar constateert dat je uiteindelijk je eigen oppositie gecreëerd hebt, mensen te snel bezorgd hebt gemaakt, doordat plannen nog niet voldoende uitgewerkt zijn, dat je ze ook eigenlijk nog niet goed kunt beoordelen of ze op die plaatsen wel of niet kunnen. Want stel als een park niet doorgaat omdat het op die plek eenvoudigweg niet kan, heb je nu wel heel veel bewoners bezorgd gemaakt. En dat vind ik, daar heb ik moeite mee. Dus vandaar dat ik ook de vraag stel van, hebben wij met elkaar het juiste proces? Want die zorgvuldigheid, die vind ik heel belangrijk. En we hebben er niet voor niets gekozen om in alle voorliggende gevallen altijd op principe verzoeken dat bij het college te laten. En dit is volgens mij een belangrijke reden waarom een principeverzoek bij een college ligt, om plannen net even wat beter uitgewerkt te hebben en ervoor te zorgen dat er niet te veel reuring komt en onrust komt. Want dat is niet wat wij onze bewoners in Harderberg
moeten bieden. We moeten onze bewoners in Hardenberg een bepaalde mate van zekerheid bieden. En die zorgvuldigheid, daar hebben wij verantwoordelijkheid voor. Dus vandaar mijn vraag en mijn twijfel of we met elkaar hier het juiste besluit genomen hebben. Dank u wel, meneer Bak. Ik zou nou heel graag het woord willen geven aan de portefeuillehouder, de heer Terietstap. Dank u wel, voorzitter. Ik doe de aftrap vanuit duurzaamheid. En mijn collega Martijn Breukman die gaat straks verder in op ook alle individuele casus, omdat het uiteindelijk ook gewoon een ruimtelijke afweging is die nu plaatsvindt. Toch wel even vanuit duurzaamheid heel bewust gekozen om ook vanuit het college daarin wel het woord te nemen. Ik denk dat we hier ook in de raad, maar ook zowel met de inwoners natuurlijk die ook hebben ingesproken, de kern van de discussie wel raken. Hè? Waar zit de positie van de raad? Op wat moment ga je inspreken? Op wat moment start het proces nou echt? Dat zijn hele ingewikkelde zaken. Wij gaan niet over, de raad heeft aangegeven wanneer ze in positie willen komen. Wij geven daar een invulling aan. Hè. We hebben hier nu een heel aantal voorstellen waar Martijn naar aanleiding van de vragen dieper op in zal gaan. Die al heel lang lopend zijn. Ondertussen heeft de raad natuurlijk een kader vastgesteld in 2017. Van nou ja, binnen die kaders, hè, het beleid, hè, wat een keer aangeeft, ja, er is nog geen beleid, maar in principe is er natuurlijk wel beleid. Er is beleid vastgesteld in 2017, waarin ook een kader zit, waarin wij hebben proberen te toetsen. En wat wij nu vervolgens aan u voorleggen, om met elkaar ook dat gesprek in deze fase, want ik ben het wel met de heer Bak eens, het is natuurlijk in die zin afwijkend, maar wel vanuit het besluit vanuit de raad in deze fase nu met elkaar het gesprek voert. Ik denk, dit is de eerste die we hier nu in deze omvang en in deze concreetheid hier hebben, dat het ontzettend goed laat zien wat het dilemma is. Hè? De doelen die we willen realiseren, waar de raad zich voor heeft uitgesproken met wat we zouden moeten realiseren. En ondertussen, wat we hier merken, ook op de volle tribunes, met de insprekers, enorme maatschappelijke impact die het heeft. Dus het is een hele ingewikkelde materie waar we met elkaar proberen onze positie in te nemen en ook daar verstandige besluiten in te nemen. Daar doen wij nu aan de voorkant en dan nemen we u aan de voorkant ook volledig in mee. Er wordt ook een aantal keren gerefereerd van ja, alsof er geen beleid is en naar het nieuwe beleid. Toch wil ik dit moment ook even weer gebruiken om dat toch uit te stippen. Want inderdaad hebben we in 2007, over die lijn uitzet, in 2017 het beleid vastgesteld met wat voorwaarden in over kaders en over hoe wij u daarin betrekken. Vervolgens is er een nieuw college, een nieuwe coalitie. Een heel aantal van deze voorstellen liggen daar al van ver voor die tijd. Hè. Ik geef vanaf 2012 bepaald initiatief al. Is er een nieuwe coalitieakkoord waarin wij gezegd hebben, we bouwen voort op wat er nu ligt. En de aanvragen die nu in behandeling zijn genomen, waar wij vanuit het college onze bevindingen op hebben gegeven, wat we hier delen, die zijn getoetst aan het al vastgestelde kader. En ondertussen werken wij, zoals ook is toegezegd in april, naar een nieuw meerjarenprogramma duurzaamheid. Daar komen ook nog weer een aantal onderwerpen heel expliciet in naar de orde. Bijvoorbeeld de zonnepanelen op daken. Ondertussen zijn wij ook gewoon in gesprek met partijen om te kijken hoe we die zonnepanelen op daken ook kunnen stimuleren. Wij vinden het met elkaar en we willen ook over nadenken hoe we dat nog beter kunnen stimuleren. Om dan te denken dat wij onze ambitieuze doelstelling die we nu al hebben, hè, de 30%, realiseren, dan gaat het altijd over de mix. Het gaat over alles. Het gaat over zonnepanelen op daken, het gaat over windenergie, het gaat over warmtenet en het gaat ook over zonnepanelen op velden. Voorzitter. Meneer Bak. Daar ben ik toch wat verrast, hè? Want een week of wat geleden zijn we ook bij elkaar geweest en zou er een plan gaan komen ergens in 2019. En nu worden we verrast door dit voorstel voor de zonnevelden. Zonder dat er een breed kader is, dat heb ik in het begin van mijn vraagstelling ook neergezet. Waar is dat afwegingskader dan? Hè? Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Want waarom is er niet de keuze gemaakt om eerst met plannen te komen, ook met de motie nog een keer in het achterhoofd, op particuliere daken en daken van bedrijven? En wat is er dan, als u weet dat het zo gevoelig ligt, wat is er dan gedaan, en heer Roelof zei het ook al, wat is er gedaan aan communicatie? Wat heeft de gemeente aan extra stappen, wat heeft u als wethouder aan extra stappen gezet om bijvoorbeeld die communicatie richting de omgeving te organiseren? Wat heeft u daaraan gedaan? Dat vind ik wel een interessante vraag. Nou, ik kom even terug op het afwegingskader waar u het over spreekt. Zoals het besluit wat nu voor ligt, hè, wat nu ook bij u ligt, met het voorstel wat er ligt, die
is een exacte invulling met een motivatie bij aan het afwegingskader zoals dat door u als raad is vastgesteld. Ondertussen komen er initiatieven. Hè, bij u, en ik bedoel, het beleid, ik kan ze hier wel noemen, hè, de ruimtelijke inpassing en de kwaliteit, de bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen, die kaders. Nou, daar is uw voorstel ook, zoals wat bij u voor ligt, is daar op ingegaan. Vervolgens is uw de tweede vraag. Ja, nee, dan komen er een heel aantal initiatieven bij ons binnen, die wij vervolgens toetsen aan de door u vastgestelde kaders. En dat leggen wij nu bij u terug, om te zeggen van, het principeverzoek wat er nu ligt, met de kaders die er zijn, die aanvragen, ja, vanuit communicatie, die aanvragen die komen bij ons binnen. En daar moeten wij een uitspraak over doen. En we hebben afgesproken met elkaar, daar doen wij een principeuitspraak. En de principeuitspraak die wij nu voorstellen, die ligt voor u. En daarin zit u nu in die fase van het proces. En ondertussen, en geef ons in die zin, zou ik wel bijna willen zeggen, ook naar april, zoals we zelf hebben aangekondigd, werken we naar een nieuw meerjarenprogramma, april 2019, voor een verdieping. Het huidige beleid en de huidige kaders die met elkaar hebben vastgesteld, die staan in die zin nog 4 overeind. Maar vanuit dat vertrekpunt kijken of we onze ambitie daarin wellicht nog moeten vergroten. He, maar dat is in ieder geval het gesprek wat we dan in die periode ook met elkaar gaan voeren. Maar ondertussen werken wij gewoon binnen de door u zelf vastgestelde kaders. Ik kom met een voorstel over initiatieven. Net als dat er ruimtelijke initiatieven binnenkomen, die toetsen we aan ons ruimtelijk beleid. En dat leggen we aan u voor. En dat is de fase waarin we zitten, omdat u zelf ook hebt aangegeven in die discussie. Van ja, het is ongebruikelijk, maar u wordt nu meegenomen in die... dat is een heel raar beeld. In de principe, enigszins afgeleid door dat beeld. Doordat u nu al mee wordt genomen in de principe aanvraag, zeg maar. Mevrouw de voorzitter, mag ik een vraag nog stellen? Volgens mij hebben we weer beeld, dus dat gaat volgens mij ook goed. Ik had de indruk dat de wethouder heel duidelijk was. Is het een vullende vraag Want de wethouder is zeker een aanvullende vraag. Want misschien heb ik mijn vraag ook niet goed gesteld. Ik pak even punt 4 erbij, betrekken bij de omgeving. Mijn vraag is dat alleen voor de initiatiefnemer of mogen we daar ook iets van het college verwachten? Nou, we toetsen hem in deze fase aan de kaders. Dat zit helemaal aan de voorkant van het proces. En vervolgens, en er was ook een andere vraag, ik geloof dat hij hier, of dat hij bij PvdA, van wat doen we nu verder ook in dat hele proces? We zitten nu echt, het is een beetje een... Oh, het wordt wel heel erg mooi opgebouwd nu het beeld. Maar het is... We hebben technische problemen, dames en heren. Blijkbaar gaat de camera op de hobbel. We proberen het te negeren, maar we gaan gewoon maar verder. We gaan gewoon verder. Ik moet wel zeggen dat ik enigszins afgeleid nu ben bij waar we nu stonden. Kunt u me nog even helpen, de heer Bak? Zeker, ik zal mijn vraag nog een keer weer verduidelijken. Ik gaf aan van, ik duid even op punt 4 van het afwegingskader, betrekking van de omgeving. Is dat alleen voor de initiatiefnemer? Want als ik het stuk lees, worden initiatieven alleen beoordeeld op wat de initiatiefnemer richting omgeving gedaan heeft. Maar mijn vraag is eigenlijk, van wat zou u daar als college tegenover moeten stellen? Heeft u daar iets tegenover gesteld en wat zou u eigenlijk moeten doen? Nou, er was ook een vraag en daar waren we gebleven volgens mij toen het beeld wat Frame deed en doet. Ook een andere vraag van wat zit er nu in die volgende fase over hoe we dat draagvlak ook gaan. We zitten nu helemaal aan de voorkant van een initiatieffase van wat er leeft. En dat hele proces nu verder, wordt verder vormgegeven. Hè? We gaan het gebied in, samen met het gebied. En daar pakken wij als gemeente ook een rol in om wel ook naar die overige... De bijdrage aan het lokaal eigenaarschap, waarin we wel proberen... Kijk, en daar is die weer. Ja, daar is die. Langzaam. Nou weigert hij ook. Nee, maar even... ik denk dat het misschien een goed moment is om even het verhaal verder wat u heeft voorbereid. Wij blijven daarbij betrokken om juist ook te kijken, ook gaandeweg het proces. Want uiteindelijk moeten we een definitieve keuze maken. Hè, want er zit nu een principeverzoek waar we een uitspraak over doen. De heer Breukman zal daar ook verder op ingaan. Maar blijven wij gaandeweg het proces betrokken, samen met de initiatiefnemer, hoe die gesprekken met het gebied gevoerd worden, om ook te kijken... He, er worden verschillende voorstellen, die komen ook allemaal aan de orde. Van coöperaties tot fondsen wordt besproken.
dat wij daar, daar blijven wij bij betrokken als gemeente om ook met dit soort initiatieven verder te gaan. Ik hoop dat dat antwoord op uw vraag is daarin. En volgens mij, even kijken, zijn dat ook een beetje de algemeenheden, zeg maar, ten aanzien van duurzaamheid waar ik op wil ingaan. En dan gaat mijn collega over de wat inhoudelijkere vragen in. Voorzitter. Nou, voorzitter, ik had nog een vraag gesteld over het stimuleren van energiecoöperaties. Dat lijkt me niet een ruimtelijk verhaal, maar een duurzaamheidsverhaal. Nee, dat is wat ik bedoel aan te geven met de vragen ook die daar gesteld worden. Van, en er worden nu in bepaalde initiatieven wordt ook aangegeven van dat ze op zoek zijn naar die coöperaties. Daar blijven wij vanuit de gemeente, willen we daar ook bij betrokken blijven om te kijken of we daar ook een rol in kunnen vervullen. Dat we dus niet alleen bij de initiatiefnemer neerleggen, maar of we tot die coöperaties ook kunnen komen. Maar deze initiatieven kennen allemaal wel een initiatiefnemer. En samen met de initiatiefnemer wel kijken of je vanaf het punt waar we nu zijn, hè, mocht de raad zeggen van nou, deze voorstellen gaan wij in principe mee akkoord. En dan gaan we het proces verder optuigen waar wij als gemeente bij betrokken blijven om ook juist aan dit soort dingen te werken. Om uiteindelijk die definitieve afweging te kunnen maken of we wel of niet gaan meewerken aan deze zonnevelden. Voorzitter? Ja, ik had nog een vraag gesteld over wat is de rol van het duurzaamheidsfonds en de projectmanager die hiermee aan de slag is. Volgens mij wordt het heel bij u. Dan moet ik even op terugkomen. Dat is niet scherp. Ik geloof dat meneer Roelofs ook nog een vraag had. Ik weet het zeker. Dank u wel. Ik zou graag willen dat u nog eens ingaat op... U geeft aan dat er kaders zijn gesteld vorig jaar. Er wordt veelvuldig gewezen naar de motie uit 2017. Waarbij heel duidelijk wordt aangegeven dat we terughoudend zullen zijn met het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond. En het stuk waar we nu naar zitten te kijken gaat alleen maar over het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond. Hoe ziet u dan die verhouding tussen die twee? Ik denk dat wij inhoudelijk, en ga ik toch even weer verwijzen ook naar de heer Breukeman, hebben we inhoudelijk voor elke afweging, dus niet alleen voor de 7 waar we het over hebben, waar we van zeggen, in principe zouden we hier medewerking aan willen verlenen, mits dan aan de volgende opgave ook wordt voldaan, hebben we een afweging gemaakt waar we een aantal ook hebben gezegd, dat doen we niet. Want er zit er ook een vanuit een bedrijventerrein, dus die is dan niet vanuit de landbouwgrond. Dus er zit een brede afweging, is daarin gemaakt. En de initiatieven zijn beoordeeld, dus die terughoudendheid zou daar ook uit te lezen kunnen zijn. En dat is ook aan het oordeel van u zelf natuurlijk, of u, hoe u daar zelf in kijkt, tegenaan kijkt. Oké, dan kom ik terug op mijn communicatiepunt. Want dat stuk heb ik daar niet zo expliciet in gelezen. En dan gaan we eigenlijk weer naar het geheel. Dit stuk wat hiervoor ligt, zou onderdeel moeten zijn van onze totale uitdaging op dit gebied. Zou dit plan dan ook geen onderdeel uit moeten maken van een totaalplan, waarin u ook kunt laten zien hoe u rekening houdt met de kaders en dan ook weer met die motie? Voorzitter, ik heb nu wel het idee dat ik het ook al een aantal keren... Wij hebben vanuit de wind zijn we bezig, we zijn met de warmtenet bezig, dus u hebt het over de brede kader. Wij nemen u in alle afwegingskaders mee, geven wij onze bevindingen erop van initiatieven die op ons afkomen. Daar hebben wij een voorstel in gedaan. Dat wordt hier besproken, precies op het verzoek zoals u het zelf ook wilt. Dus ik, volgens mij is dit wat er gevraagd is vanuit de raad. De kaders, de initiatief hebben we naast elkaar gelegd. Daar hebben we een reactie op gegeven. En vervolgens is dat wat we hier met elkaar beslissen. Of wij dat vinden, of we vanuit die kaders inderdaad dat in principe akkoord gaan of niet. Wat wij in die zin, zoals ik het allemaal uitleg, hebben wij het huiswerk aan de voorkant proberen te doen. Waar u op gevraagd hebt, op u zelf vastgestelde kaders. En daar staan wij nu op dit moment. En daar heeft u zelf dus nu ook de positie. En dat is wel wat ik probeer te zeggen, ja, over de communicatie. Dat is al eerder aangegeven, dus vanuit het kip en het ei verhaal. De kaders vanuit de raad zijn helder. En die zijn in 2017 vastgesteld. Er zijn een aantal initiatieven die al voor die kaders waren. Toen was er geen afwegingskader. Voordat de door u vastgestelde kaders zijn vastgesteld, zijn nu beoordeeld van initiatieven vanuit de samenleving. Je zult daar altijd een oordeel over moeten geven. En dat oordeel wat wij als, zoals wij die langs de kaders, de door u vastgestelde kaders hebben gelegd, dat ligt nu voor u. Dank u wel, portefeuillehouder. Volgens mij heeft u nu al een aantal keren de kaders geschetst.
Ik wil even een mededeling doen van huishoudelijke aard voordat de wethouder komt. We hebben wat cameraproblemen, maar dat kunnen we niet uitzetten in verband met de uitzending voor de mensen die thuis meekijken. Dan denken ze misschien, wat ziet de wethouder er raar uit? Ik zie een geel kussentje. Maar wij kunnen daar op dit moment even niks aan doen. We proberen het te negeren, maar dat is niet altijd even makkelijk. Zeker niet als je daar staat waar wethouder Breukeman nu staat. We gaan het wel proberen om te zien of dit gaat lukken. Succes, meneer Breukeman. Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of ik in beeld pas, maar daar komen we zo meteen achter. Er zijn een hoop vragen gesteld. En de vragen die gaan in over algemene zin over duurzaamheid, over het proces van hoe gaan we nou om met die doelstellingen op duurzaamheid. Die heeft collega Terietstap geprobeerd te antwoorden. En ik ben van plan om in te gaan op de vragen die meer raken aan de individuele casussen of aan de planologische inpassing of planologische procedure. En als we daar dan even mee beginnen, dan heeft uw raad denk ik ook wel een aantal vraagtekens al geuit. Want op 3 oktober 2017 is er een raadsbesluit genomen. En dat raadsbesluit dat geeft aan dat de gemeenteraad een go-no-go geeft alvorens de procedure voor een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning wordt gestart. Nou, welkom aan de collegetafel, zou ik haast zeggen, want het betekent dat de principeverzoeken die bij ons zijn ingediend, die normaliter dus door het college worden afgedaan, dat die principeverzoeken en het besluit dat daarop genomen moet worden, dat dat aan uw raad is. En in de afgelopen periode zijn een heel aantal van dat soort verzoeken bij ons binnengekomen. 15 hebben we er nu gebundeld en die leggen we aan u voor. En de wijze waarop we die aan u voorleggen is een wijze waarin we getracht hebben om de kaders die u heeft meegegeven in het raadsbesluit van oktober 2017, om daaraan te toetsen. En die ruimtelijke kaders waren volgens mij de ruimtelijke inpasbaarheid, draagt het bij aan de doelstellingen, wat is de maatschappelijke meerwaarde en wordt de omgeving betrokken bij de initiatieven die ter tafel liggen. Dus dat is de wijze waarop we tot dit voorstel zijn gekomen. En is dat wat vreemd? Ja, dat is wat vreemd. Want normaal gesproken, zoals ik zei, lopen die via het college. En dan loopt inderdaad, kom ik meteen even bij de vraag van het CDA, ook de communicatie een stuk anders. Want je geeft aan richting initiatiefnemer in principe wel of niet en altijd onder voorwaarden. En die voorwaarden worden na het principebesluit verder uitgewerkt en leiden dan ofwel tot een planherziening via uw raad of naar een omgevingsvergunning die op tafel van het college komt. Dat even voor de planologische routes die er bewandeld worden. Volgens mij lijkt het goed om daar zometeen nog even op terug te komen. Of hoe kunnen we nou in de toekomst en hoe wilt u in de toekomst daar mee omgaan? Maar eerst nog een aantal inhoudelijke vragen, voorzitter. Als het gaat om daken, zojuist is al aangegeven, de mix van verschillende maatregelen moet leiden tot het behalen van de doelstellingen. Ik wil u daarbij wel meegeven dat als alle daken nu worden voorzien van zonnepanelen, in theorie komen we op 12,3% van de duurzaamheidsdoelstelling. Dus ook in dat theoretische geval zouden we nog niet voldoende hebben om de einddoelstelling te behalen. ChristenUnie vroeg ook naar hoe zit het met de MER. Moet er een MER gelopen worden? MER beoordeling, MER plicht zijn natuurlijk verschillende varianten. Dit is iets wat onderdeel moet uitmaken van de ruimtelijke onderbouwing. En de ruimtelijke onderbouwing die volgt bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Dat is dus in de volgende stap. 40 hectare werd aangerefereerd. En de hoeveelheid die dat is aan landbouwgrond. Ja, voorzitter, je zou daar tegenover kunnen zeggen dat de landbouwgronden of de gronden in dit gebied reeds eerder zijn bestemd als energiegrond. Veenontginningen. Ik noem maar een voorbeeld. Er zijn natuurlijk ook gewassen die niet bedoeld zijn voor consumptie. En wat ik daar ook wel een belangrijke factor in vind, en het is uiteraard aan uw raad om straks te zeggen of dit de juiste kaders zijn. Maar als je kijkt naar landbouwgrond, hoe hebben wij daar gepoogd rekening mee te houden? We hebben een aantal gebieden in onze landschapsidentiteitskaart, bestemmingsland buitengebied, waarin zeggen, nou hier zou landbouw de ontwikkeling moeten hebben.
En die gebieden hebben op de zonnekaart wit gemaakt dat die zich in eerste instantie niet lenen voor een veldopstelling van zon. Voorzitter, één aanvullende vraag op het punt van de landbouwgrond. Ik begreep dat het mogelijk is dat het plaatsen van een zonneveld zelfs positieve effecten heeft op zowel ecologie als mogelijk op wat langere termijn het hebben van de landbouwgrond, waar steeds gesuggereerd werd dat het juist nadelige effecten heeft. En de verschraling van de gronden onder zonneparken lijkt het nu op dat er ook een argument naar voren is gebracht die positieve effecten heeft. Wordt dat ook meegenomen in het bekijken naar de mogelijkheden en krijgen we daar ook nog weer inzichten op, zodat we deze discussie niet elke keer weer hoeven te voeren? Voorzitter, volgens mij zijn dat de eerste uitkomsten van de Wageningen Universiteit, als ik het ermee goed herinner. Het is wel zo dat in verdere ruimtelijke onderbouwing daar ook iets over gezegd moet worden. En misschien wel aardig om ook in de komende 2 weken aan u te verstrekken, als we het hebben over plan 1b van Kronos. Daarvan hebben we in deze dagen, ik geloof gisteren, de eerste ruimtelijke onderbouwing gekregen. Als eerste van dit rijtje. En daarin wordt dus ook ingegaan op lichtrefractie en op dat soort zaken. Dus misschien goed om als voorbeeld. Ik heb ook geen insprekers gezien die ageren tegen dit voorstel. Heeft ook mee te maken, maar kom ik weer even terug op proces, dat daar al een stap verder is gemaakt richting de omgeving. Maar goed, daar kom ik zo meteen nog even op terug bij het proces. Dat moet dus een onderdeel worden van de onderbouwing. Voorzitter, als we dan kijken naar een faillissement, om daar te borgen over de zonnepanelen. Bij een faillissement zal de curator proberen om de boedel te gelden te maken. En lukt dat niet, dan verwachten wij dat de grondeigenaar ook investeert in de afvoer van de panelen. Immers, de grond houdt natuurlijk ook zijn eigen waarde. Die ook voor hergebruik weer bedoeld is. Dan de criteria's en de kaders. Daar stelde het CDA ook een vraag over. Maar die criteria's die heb ik u juist meegegeven. En u vroeg ook daarin van, ja, wat is daar ook een prioriteit in, een volgorde? Ja, goede vraag. Je zou voor mij vanuit ruimte kunnen zeggen dat de landschappelijke inpasbaarheid het belangrijkste is. En vanuit de duurzaamheidskant zou je volgens mij kunnen zeggen dat de meerwaarde voor de omgeving het belangrijkste criteria is. Maar goed, alle 4 criteria maken onderdeel uit van de beoordeling. Voorzitter. Meneer Roelofs. Dank u. U geeft aan je zou en je zou. Mijn vraag was eigenlijk, wat was uw afweging en wat is uw eigen prioriteit? Voorzitter, er zijn twee belangrijkste criteria. Dus is het landschappelijk inpasbaar en heeft het een meerwaarde voor de omgeving? Kan de omgeving participeren? Oké, op hetzelfde niveau. Maar meer helder. Voor mij niet, maar okay. Het is helder dat die 2 criteria op 1 en 2 staan. Gedeeld eerste. Ja, voorzitter, het is de raad die de criteria meegeeft. U heeft 4 criteria meegegeven in het raadsbesluit. Daar hebben we aan getoetst. Ik kan me zo voorstellen dat dit twee hele wezenlijke zijn in de afweging die gemaakt moet worden. Kwaliteit van het landschap. Heb ik ook al even bij stilgestaan. Net, hè, je moet het even in verhouding zien. Ook tot de initiatieven die zijn ingediend. Maar ook de ruimtelijke kwaliteit maakt, zoals gezegd, onderdeel uit van die beoordelingskaders. Als ik dan even terugkom op het proces, voorzitter, dan is het nu zo dat de principeverzoeken aan u worden voorgelegd. Dan moet een besluit opkomen en dan hebben we 3 categorieën nu zelfs. In principe en onder voorwaarden medewerking verlenen of geen medewerking verlenen. Of er zijn een aantal waar we nog ons nader over willen beraden. En dan zou het zo zijn dat als u ook akkoord gaat met beslispunt 4, dat daarna de omgevingsvergunning wordt verstrekt door het college. Nou, u heeft net onderling al een debatje gehad van hoe gaat dat dan nu verder en hoe moet dat dan nu verder? Ja, normaliter heb je natuurlijk het principeverzoek en de omgevingsvergunning bij het college zitten.
Wilt u ook gaan over de omgevingsvergunning, dan kan dat. Dan moet u punt 4 amenderen, maar dat betekent wel dat u ernstige vertraging oploopt in het proces. En wilt u dan zowel bij het principeverzoek als bij de verlening van de omgevingsvergunning aan de knoppen zitten? Of zegt u, wij moeten als raad de kaders neerzetten. We hebben het nu op tafel gehad dat we de principeverzoeken in de raad beoordelen. U zou ook kunnen zeggen, het is in uw raad, wij zetten de kaders neer en het antwoorden op de principeverzoeken en het afgeven van de omgevingsvergunning, dat laten we in handen van het college. Maar dat is uiteraard aan u. Tot zover, voorzitter. 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 Meneer Jonkhans. Ja, ik had nog een vraag gesteld over het criterium van omvang. En de wethouder zegt van ja, dat zit eigenlijk wel bij criterium nummer 1, ruimtelijke inpasbaarheid. Dan snap ik de, hoe die dat, of althans ik denk te snappen hoe die dat bedoelt. Maar wat dan nog ontbreekt is een afweging voor het complete landschap van de gemeente Hardenberg. Ja, voorzitter, volgens mij zou je daar twee dingen op kunnen doen. Maar goed, beide hebben misschien ook wel voor- en nadelen. U suggereerde zelf van oh, misschien is het goed om een bodem in te stellen. Nou ja, je zou kunnen zeggen, ja, als je een bodem instelt, waarom zou je relatief kleine zonneparken die wel goed in te passen zijn en die ook aan alle criteria voldoen, waarom zou je die niet toelaten? Want die vallen dan misschien daarbuiten. Je zou ook kunnen denken, we denken aan een plafond. Wat is de maximale hoeveelheid grond die we willen inzetten voor het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen op deze tak van sport? Ja, ik snap wat de wethouder bedoelt, maar wat vanavond wel duidelijk is geworden, is dat er toch aardig wat bezwaar tegen bestaat. En mijn stelling is, van als je bezwaar hebt, is de kans aanzienlijk minder als je een aantal grote vlakken hebt met wat buren, dan heel veel vlakken met buren. Ja, voorzitter, ik weet niet of het per se daarin zit. Wat ik wel zie, is dat er een groot verschil is in de mate van hoe ver is de omgeving al betrokken bij die eerste zeven initiatieven. En je ziet bijvoorbeeld wel bij 1B, hebben we vanavond ook geen inspreker over gehad, geloof ik. Die zijn al redelijk ver in het betrekken van de omgeving, dat daar dan ook uit de omgeving anders op gereageerd wordt. Alleen, het is wel een beetje lastig. En dan komen we weer bij de kern van wat volgens mij nu als probleem op tafel ligt. Ja, als je van een partij gaat eisen om al heel veel stappen te maken, dus ook om al veel kosten te maken, veel te investeren, terwijl het niet helder is of wij ten principale wel een positieve grondhouding hebben, ja, dat is best wel lastig. Normaliter is natuurlijk die afweging en die betrekken van de omgeving, dat is een voorwaarde die we stellen. Zeg maar, in principe zijn we bereid, maar onder voorwaarde dat. En dan zou je bij het verlenen van de omgevingsvergunning kunnen zeggen, nou, u heeft dusdanig weinig bereikt in de omgeving dat wij op grond daarvan niet bereid zijn om de omgevingsvergunning te verlenen. Goed, dan moet je wel goede argumenten hebben. Meneer Bak. Ja, ik was zojuist niet goed bestemmen, mevrouw voorzitter. Dus dit is een verdiepende vraag op de beantwoording rondom de landbouwgronden. Ik heb daar nog een vraag over gesteld hoeveel oppervlakte dat in de gemeente zou kunnen zijn. Daar heb ik nog geen antwoord op gekregen. En misschien zou de heer Beuken dat in een percentage vorm kunnen noemen. Bedoelt u het percentage, hoeveel deze hectare is op het totale grondgebied van de gemeente? Nee, in uw beeld hoeveel zonneparken we zouden kunnen hebben in hectares, in het percentage van landbouwgrond aanwezig in de gemeente Hardenberg, zonder dat het substantiële impact heeft op de agrarische sector. Ja, voorzitter, ik denk dat ik daar iets meer tijd voor nodig heb. Wat ik wel weet, maar ik weet niet of u onder de indruk raakt. Nee, maar die kunt u van mij krijgen. Of u onder de indruk raakt van cijfers. Maar als je kijkt naar 40 hectare op het totaal grondgebied van de gemeente. Gemeente die 318 vierkante kilometer aan grond rijk is. Ja, dan rolt daar een percentage uit van 0,13%. Maar zover was u ongetwijfeld zelf ook al. Ja, ik geloof dat we iets van 1600 hectare nodig hebben om aan de totale doelstelling te voldoen. Dus maar is dat voor u een optie? Nou, het is volgens mij voor de raad zelf geen optie, voorzitter, omdat de raad gekozen heeft voor een mix, een heel palet van verschillende maatregelen om tot aan de duurzaamheidsdoelstellingen te komen. Dank u wel. Maar u mag er best van me uitwerken, meneer Beukeman. Ik laat het graag aan uw raad over, voorzitter. Blijft u nog even staan, want de fractie van 50PLUS heeft ook nog een vraag die nog niet beantwoord is, volgens mij. Ik had u de vraag nog gesteld
En die was ook al gesteld door meneer Faber. Wat zijn eventueel de gezondheidsrisico's? Wordt er onderzoek naar gedaan? Het lijkt me goed, voorzitter, dat we... We hebben van een één plan hebben we nu de ruimtelijke onderbouwing ontvangen. Dat ik u ook aan u doorstuur. Want daar wordt ook het een en ander genoemd over al dan niet risico's of effecten. Dus die komen in die onderbouwing ook terug. We hebben de eerste nu ontvangen. Ik zorg dat u die ook deze week ontvangt. Ik zie dat meneer Roelofs, en die had aanzienlijk wat vragen. Dus ik weet niet of ze allemaal... Ik heb het niet kunnen checken of ze allemaal geweest zijn. Dus ik ga hem nog even het woord geven. Ik doe samen met u mijn best. Een aantal vragen. De eerste over de tijdelijkheid van de vergunning. Over de lengte daarvan. Stel dat halverwege het project wordt herzien. Hoe ziet u dat dan ten opzichte van de looptijd die ervoor staat? We doen het even per vraag, dat is het handigste. Ja. De vergunning is maximaal 25 jaar. De kaders vanuit het provinciaal beleid geven ons ook geen ruimte om daar zeg maar, verder in te gaan. Dus die 25 jaar is leidend. Het laatste viel weg, maar ik hoorde ergens, dat blijft ook staan. Dat blijft ook staan. Dat is correct. Oké. U heeft nu de projecten gecategoriseerd, 1, 2 en 3. En mijn vraag is eigenlijk, zouden we dat nog verder op detail kunnen doen? Omdat categorie 1 heeft 7 projecten, waarvan één project wat helderder binnen de algemene kaders zou vallen dan een andere. Dus bent u bereid die voorstellen nog verder op te splitsen in enkelvoudig? En zou u die dan afzonderlijk hier in de raad behandeld willen hebben? Ik weet niet of dat het juiste format moet zijn, maar dat is uiteraard aan uw raad. Daar ben ik ook nog niet helemaal uit, maar ik wil in ieder geval de vraag gesteld hebben. Nee, het leek ons juist goed om alle initiatieven te bundelen en een toetsing te doen aan de kaders die door de raad zijn meegegeven. En hopen ook van u een richtinggevende uitspraak te krijgen. Of de uitwerking van de kaders die u gesteld heeft op deze manier correct zijn. Of dat u daar toch hele andere beelden bij heeft. Want dan hebben we daar wat bij te stellen met elkaar. Dat is een antwoord op mijn vraag. Dank u wel. Nog eentje dan, waar u wellicht niet direct het antwoord op zou kunnen hebben. Ik heb een vraag gesteld over het elektriciteitsnet. Je kunt niet zomaar overal zonneparken aansluiten op het net. Is daar ergens zijn een afweging erg gemaakt? Technische vragen ook, meneer Roelofs. Maar ik heb het antwoord wel. Oh, u heeft het antwoord. Ja. Nou, dank u wel. Ook namens mij. Enexis heeft een wettelijke aansluitplicht. En als die capaciteit uitgebreid moet worden, hè, want daar ontstaat dan het probleem, dan is dat soms ten laste van Enexis. En soms ook ten laste van degene die de aanvraag doet. Het beginsel is dat er altijd aangestoten kan worden. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat de initiatiefnemer geen moment dan concludeert dat zijn business case niet haalbaar is. En dan betekent dat ja, het einde van het initiatief. Hè. Maar dan goed, dat is meer een uitvoeringskwestie. Voorzitter, toch nog even een vraag daarover. Want ik haak even aan op het ten laste leggen van de aansluiting. Soms Enexis, soms de initiatiefnemer. Het neemt niet weg dat wij als raad en dus als gemeentebestuur een aantal kaders hebben vastgesteld voor de opwekking van bijvoorbeeld duurzame energie. Wat zou kunnen betekenen, theoretisch, dat wij een partij zijn in deze en dat we misschien ook voor kosten komen te staan. Of is dat niet zo? Nee. Het kostenverhaal is verzekerd bij de initiatiefnemer. Maar het zou zo kunnen zijn dat door de dusdanig hoge kosten daar een probleem ontstaat. Maar goed, dat is natuurlijk een probleem wat niet alleen in onze gemeente speelt. Dank u wel. Nog een laatste vraag zie ik bij meneer Kuipers. Ja, dank u wel, voorzitter. Even nog los van Lutte. Ik had de vraag gesteld van wat gebeurt er als de plannen een paar maanden vooruit worden geschoven? Ja, voorzitter. Als we de plannen een paar maanden vooruit schuiven... dat betekent dat een aantal forse vertragingen, dat een aantal mensen forse vertragingen op zullen lopen, ook in het aanvraag van de SDE-subsidies. Nou, houdt ook een stukje onzekerheid aan vast. Dus ik weet niet of dat nou de beste keus moet zijn. Voor mij moet het veel meer hebben in de kaders voor het afgeven van de omgevingsvergunning. Want weer vertragen betekent iets voor het halen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Ook op korte termijn, maar ook iets voor de aanvraag als het gaat om het subsidietraject.
Dank u wel voor de beantwoording in de eerste termijn. Ik kijk even rond of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Ik zie 3 vingers. Ik begin bij meneer Geesink. Ik mis eigenlijk een beetje het totaalplaatje in mijn optiek van het hele verhaal. Niet wel een deel, want er zijn 2 doelstellingen. Het miljardenprogramma Duurzaam Harderberg kent 2 hoofddoelen. 100% energiebesparing per jaar ten opzichte van 1990 en 40% energieproductie in 2020. Alleen de energiebesparing wordt een beetje onderbelicht. En als je dus een energiebesparing hebt, volgens mij in 2025 van 25%, dan neemt de totale energievraag behoorlijk af. Dit heeft toch ook gevolgen voor het inzetten van de duurzame energie. Dat is uw vraag aan de portefeuille? Dat dit meegenomen zou gaan. De totale energievraag neemt aanzienlijk af als die doelstelling gehaald wordt. En dan heb je dus inderdaad bijvoorbeeld een zonnepaneel op een dak. Dat is een vaste energieopbrengst. Dus daar zal veel minder van ingezet kunnen worden. En dat geldt ook voor zonnevelden. Dat zijn vaste... Snapt u de vraag? Opmerking? Het is niet aan mij om te snappen, hè? Als het college het maar snapt. Ik vind hem vrij technisch. Het is, valt denk ik wel mee. Oké. Okay. We gaan het afwachten. Dank u wel. Nou, ik vind hem wel relevant. Omdat in principe is het zo dat voor elke kilowatt die je niet gebruikt, hoef je er 3 niet op te wekken. Akkoord. Meneer Bak. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb er een wat iets meer inhoudelijk op de 7 voorstellen die ter goedkeuring hier ook voor liggen. We hebben het vanavond gehad over het algemene afwegingskader. Wat ik wel zie is dat er af en toe op basis van bijvoorbeeld in welk gebied zit je. Zit je in een veenontginningsgebied. Er een verschillende weging gemaakt wordt of je wel of niet daar zonnepanelen kunt neerzetten. Laten we daar wel heel beducht op zijn. Want het kan zomaar zijn dat daar een precedentwerking van uitgaat. En ik wil toch wel eens even weten hoe het college daar naar gekeken heeft. Want ik zie daar toch wat verschillen in. Zijn jullie je daarvan bewust of niet? Dat is vraag 1. En mijn tweede vraag is eigenlijk aan de ChristenUnie, aan de heer Kuipers. Is vertragen voor jullie een optie? Dus is uitstellen van de besluitvorming omtrent deze project voor jullie een optie? Ik denk wel dat het verstandig is om te wachten tot we de duurzaamheidsnotitie hebben vastgesloten. Afgezien dan van het project in Lutten. En daarmee zegt u dus dat u de ondernemer en de omwonenden zo lang in onzekerheid wil laten zitten. Ja, of meer tijd wil bieden om te informeren. Ja, zo kunt u het ook zeggen. Goed, ik ga ook meteen naar de fractie van de ChristenUnie. Meneer Stelpstraat, een vraag van meneer Kuipers. Eigenlijk heb ik hem dat nou al gesteld. Is het misschien niet verstandig om te wachten op de duurzaamheidsnotitie? En dan dit plan goed te behandelen. En dat vraagt u aan het college? Prima. Volgens mij waren dat de vragen voor de tweede termijn. Kijk nog even achterom wie daar de antwoording gaat doen. Wethouder Ter Rietstap. Laten we met de laatste principiële vraag maar even beginnen. Daar zaten wethouder Breukeman en ik het nog even over te hebben. Met uw vraag om uitstel. Ik weet niet precies wat nu de bedoeling, wat uw bedoeling daar precies bij is. Of dat wij het voorstel terugtrekken. Ik denk dat hier intern al over gesproken is. En wat ons betreft leggen wij deze besluitvorming nu aan u voor. En is het aan u om hier nu een besluit over te nemen binnen uw eigen overweging natuurlijk. Dus ik zit even te zoeken wat u nu van ons als college hierin verwacht, omdat u de vraag aan ons stelt. Ja, is het niet mooier om te kijken van hoe dat in het geheel past, zeg maar. Als je ook kijkt naar de afwegingskader en de mix met andere vormen van energie. Ja, de bijdrage aan de doelstelling hebben wij proberen te duiden. Hè? En we ook gezegd van binnen het totaal wat er aan potentieel is, zul je naar die mix moeten zoeken. En ben je ook afhankelijk van het opwekken van zonne-energie middels zonnevelden. Er zijn een heel aantal aanvragen die we hebben beoordeeld langs het kader zoals die er nu is. Dus wat mij betreft is het voor de rest ook wel aan de raad in hoeverre die behandeld wordt. Voorzitter. Dank u wel. Wethouder Breukeman.
Dank u wel, voorzitter. Er was nog één vraag vanuit de VVD-fractie. Die ging over het al dan niet scheppen van de president. En hoe gaan we om met het landschap? Nou, daarover het volgende. Wij zijn niet zo bang voor presidenten wat dat betreft. Iedere casus is wat dat betreft ook wel uniek. Maar goed is om daarbij te zeggen dat in de ruimtelijke afweging heel nadrukkelijk is gekeken van waar zou het nou wel in het landschap passen en waar kan het niet. En waar kan het dan niet? Dat is in open veenontginningslandschap, in open heideontginningslandschap, in het beekdallandschap en ook niet in de gemeentelijke landbouwontwikkelingsgebieden. Je kunt een kaartje zien, beekdallen kan het niet. Het is misschien niet heel goed zichtbaar, maar... Ik wil net zeggen, net als bij meneer Bruins, ja, kan ik het misschien nog goed zien, maar... Goed voorbeeld doet volgen, voorzitter. Nee, maar goed, voorzitter, ik ben blij dat ik mijn lens in heb en dat ik dit van deze afstand kan zien. Ja. Maar ik meen me toch te herinneren, als ik even de voorstellen naar voren haal, ondanks ik ze nu even niet voor me heb, dat er ook een voorstel bij zit waar wel een park komt in een veenontginningsgebied. Zou even na moeten kijken, maar er zou sprake kunnen zijn dat daar al een bouwblok is of in ieder geval geen agrarische bestemming, maar een bedrijfsbestemming zou ook kunnen. Of dat de andere voorwaarden of andere argumenten dusdanig zwaarwegend zijn dat er toch voor gekozen is. Maar daar zouden we even naar moeten kijken. In principe vallen deze vier gebieden buiten de zoektocht voor locaties voor zon. En dat is dan of vanuit natuur, landschappelijke inpassing, of vanuit landschapontwikkelingsgebieden. Maar kijkt u er in ieder geval nog even goed naar. Weet je, het kan een afweging zijn. Hè? Want ik snap dat elke case op zich verschillend is. En ik vind het ook belangrijk dat afwegingskader er is. Meneer Bak, volgens mij is de wethouder vrij duidelijk geweest. Nee, de wethouder is niet vrij duidelijk geweest. Want hij zou nog eens nakijken en ik hoorde daar een toezegging in. En die wilde ik eigenlijk wel even duiden. Vandaar dat ik daarop reageer, mevrouw de voorzitter. Ja, voorzitter, als de heer Bak daar graag een toezegging op wil hebben, dan heb ik er weer een bij. Volgens mij was er ook nog genoeg, meneer Breukeman. Een vraag van meneer Geesing. Is die voldoende beantwoord? Ik zit niet in het college, dus ik beantwoord daar ook geen vragen voor. Ik wil nog wel enigszins misschien verduidelijken. Het is natuurlijk wel van belang als de totale energievraag afneemt. Dan zijn er minder windmolens en minder zonneparken nodig. Ja. Dat is eigenlijk het belang. En ik denk wel dat het heel duidelijk meegenomen mag worden in het totaalplaatje. Je zou ook kunnen zeggen dat door minder gebruik te maken van kolencentrales en door juist van het gas af te gaan, de behoefte aan elektriciteit toeneemt. Nou, maar de vraag is wel, van zet het college ook in op het voorkomen van energiegebruik? Dus meer energiebesparing, dat is volgens mij de vraag. Dan is me de vraag ook meer helder, ja. Ook energiebesparing maakt onderdeel uit van dat palet. En we hebben er ook een aantal gemeentelijke doelstellingen voor. Percentage weet ik zo niet uit mijn hoofd. 1,5% per jaar. Ja, maar de praatje is over 2025 over 25%. Dat zijn gigantische aantallen. En dat moet toch ook in relatie gebracht worden met windmolens en met de zonneparken. Want ik neem aan dat die ook onderdeel uitmaakt van totaal paragraaf waarmee we in het voorjaar ook terugkomen. Tot nu toe nog niet. Okay. Tot nu toe niet. Dank u wel, wethouder. Ik kijk even rond. Gaat dit stuk naar de raadsagenda van over 2 weken, 4 december? Of wordt het dan, en zo ja, wordt het dan een bespreekstuk of een hamerstuk? Ik zie dat meneer Stelpstra heel graag wat wil zeggen, dus ik geef het woord even aan meneer Stelpstra. Ja, voorzitter, ik heb toch nog even de behoefte om te reageren op de discussie die hier plaatsvindt in de Raad. In 2017 hebben wij wel overwogen met elkaar om te besluiten, principeverzoeken hier te bespreken. Zodat het college niet principeverzoeken zou nemen die tot ontwikkeling zouden komen en wij later als Raad zouden zeggen, nou trek de stekker er maar uit, want er ontstaat heel veel onrust. Het gevolg daarvan is, en dat, nou ja, willens en wetens hadden we kunnen weten en dat er nu de discussie zou plaatsvinden. En dat was ook de bedoeling van die interventie van de Raad. Dus ik erg me een beetje aan de discussie over communicatie en dat soort dingen. Dit is inherent aan de keuze die we toen hebben gemaakt. En laat ik zo zeggen, die mijn fractie
willens en wetens heeft gemaakt, omdat we aan de voorkant al een keuze en een richting wouden aangeven. Wat gaan we nou doen met die projecten? En dat wouden we niet, dat de ontwikkelaar, de initiatiefnemers al heel veel stappen hadden gezet en dat we dan zouden zeggen, nou doe maar niet, want het is ons, wij durven het niet. Dus ik mis dat een beetje in deze discussie en ik vind het dus ook heel goed dat we nu al goed gaan afwegen met elkaar welke projecten laten we doorgaan en niet. En daarvoor zitten we hier nu ook om die beslissing te maken als raadsleden, als hoogste orgaan binnen de gemeente. Waar wij mee worstelen, en daar worstelen we echt mee, voorzitter, is dat wij in het voorjaar een update krijgen met onze doelstellingen, met de mix. En dit is een stuk waarin, nou ja, we zeggen het al, een heleboel projecten zijn verzameld. En ik waardeer de daadkracht van het college om te zeggen, kom op, we leggen die nu voor. En dan kunnen we ook stappen maken. Maar mijn fractie zit er wel mee van, hey, hoe past het nou binnen alle kaders? We hebben het gehad over daken. We hebben het gehad over wind. En wij zijn daar nog een beetje zoekende in. En dat vind ik ook moeilijk. Hè? Er zitten heel veel burgers hier, omwonenden. Hoe ga ik nou uitleggen aan de mensen? We gaan zoveel op land doen. Landbouwgrond of welke grond je het ook noemt. Maar ik weet nog niet wat we op de daken gaan doen. En dat afwegingskader mist mijn fractie. En daar zitten we heel erg mee te worstelen. En dat wil ik toch even bij u in het midden leggen. Voorzitter. Meneer Brink. Mag ik even op reageren? Ja, want wat meneer Stelpstra zegt is op zich een helder betoog. Ik ben het deels met hem eens dat ook onze fractie worstelt met de totale duurzaamheidsvraag. En waar past nou precies waarin? Hè? Daar heeft meneer Roelofs ook uitgebreid nagevraagd. Maar wat ik niet snap en wat ik zelf heel logisch vind, is dat je ook met elkaar spreekt over de communicatie. Want je kunt hier intern in huis als raad en als college andere afspraken maken. Maar dan moet je ook nadenken over hoe je dat gaat communiceren naar buiten toe. En wij hebben afgesproken als raad, en daar ben ik het helemaal met meneer Stelpstra eens, dat wij eerder in het proces betrokken willen zijn bij deze plannen, ook bij andere plannen, maar ook vooral bij deze. Maar dan hadden we misschien ook de communicatie naar buiten toe iets anders moeten doen. En daar ging volgens mij de discussie vanavond over. Dus die wil ik graag wel even geduid hebben. Wat betreft de worsteling die meneer Stelpstra aangeeft. En dat zeggen straks ook al, die onderschrijven wij ook. Dat is ook een worsteling waar wij mee zitten. Maar wat betreft de communicatie vond ik het zeer waardevol om dat wel in deze raad te bespreken vanavond. Voorzitter. Meneer Bak. Daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Een ander proces vergt ook een andere manier van werken, een andere manier van communiceren. En dus laten we ons duidelijk heel erg bewust van zijn, want elk besluit dat we hier nemen heeft ook een consequentie. En volgens mij hebben we dat vanavond met elkaar mogen meemaken. Dat is goed, maar daar moeten we ook van leren en we moeten daar ook op reflecteren. En in die zin heb ik me wel wat geërgerd aan de opmerking zojuist van de heer Sterpstra, want die heeft zich wat geërgerd aan de discussie. En volgens mij is het heel goed om met elkaar juist te reflecteren op besluiten die je neemt. En als je daar iets in tegenkomt, om vervolgens wel zo groot te zijn van ons luisteren, dat hebben we op dat moment besloten. Maar misschien moeten we er nu toch net even wat anders mee omgaan. Of we hebben dit en dit geconstateerd en dat vergt een aanpassing van hoe we moeten reageren. En dat wil ik wel toevoegen aan deze discussie. Dank u wel. Concreet bespreekstuk voor 4 december? Lijkt mij de juiste weg, mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Dan schors ik de vergadering voor 10 minuten. Ik wil de raad vragen om weer plaats te nemen. Dan gaan wij verder met de vergadering. Goed, we gaan in wat kleiner gezelschap verder met de agenda. Agenda punt 4 gaat als bespreekstuk dus door naar de raadsvergadering van 4 december. Dan komen we bij agenda punt 5. Vaststellen bestemmingsplan buitengebied Hardenberg. Wemerveldweg 4, Balkbrug. Wij hebben 2 sprekers die zich daarvoor gemeld hebben. Ik wil even vragen of meneer Lohuis aanwezig is. Meneer Lohuis is niet aanwezig, begrijp ik. En dat betekent ook automatisch dat de tweede spreker, meneer Spieker, niet in zal spreken. Dus wij gaan door met agenda punt 5. Wie kan ik daarover het woord geven? Ik zie geen vragen. Kan als hamerstuk naar de agenda van 4 december. Gaan we verder met agenda punt 6. Vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied Hardenberg de Vaart te Anen. Wie kan ik daarover het woord geven?
Ik zie... meneer Jonkhans. Ja, ik wil de organisatie een compliment maken met het heldere voorstel. En het zal, denk ik, de heer Terietstap deugd doen om nog eens wat van zijn werk terug te zien. Nou, ik zie geen vraag voor het college. Volgens mij kan het als bespreekstuk naar de agenda, of hamerstuk naar de agenda. Excuus. Akkoord, gaan we naar agenda punt 7. Inrichtingsplan Vechtpark Gramsbergen. Ik zie mevrouw Hof. Ik zie de heer Nijhoff. De heer Geesing en meneer Schuurman. Meneer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, is stadsbelang hier ook in meegenomen in dit plan? Meneer Schuurman, u mag eerst even. Ik zal nog een keer staan. Is stadsbelang ook in dit plan meegenomen? Want dat lees ik niet. Oké, dank u wel. Van de griffier begrijp ik dat er ook een inspreker is bij dit agendapunt. Mevrouw Kleene, LTO Noords. We hebben één vraag gehad van de fractie, maar u mag nu uw inspraak doen. Dag college en raadsleden. Namens LTO Noord, afdeling Vechtdal, wil ik graag deze inspraakgelegenheid benutten om te reageren op de toekomstplannen voor het vechtgebied ten noorden van Gramsbergen. De witte vlek, zoals deze door bestuurders ook wel wordt genoemd. Een deel van de Vecht dat veel potentie biedt, maar nog geen aandacht heeft gekregen. Immers hier liggen nog de nodige wensen te realiseren rondom de uiterwaarden tussen Harreberg Noord en De Haandrik. Wij constateren dat het de laatste tijd wel erg hot is om agrariër te zijn. De maatschappij is ons nodig om doelen te realiseren. Vele wensen met betrekking tot natuur en klimaat komen op ons bordje te liggen. Of nog beter gezegd, op onze o zo kostbare bedrijfsgronden. Gronden die we hard nodig zijn om onze dagelijkse boterham te verdienen. U heeft ook vast kennis genomen van de visie van LNV, welke onze minister Carola Schouten onlangs heeft gepresenteerd. De kringlooplandbouw. Een landbouw waarbij bedrijven geacht worden te extensiveren om daarmee te kunnen voldoen aan de grondgebondenheidsregels. Voor het ene bedrijf is dit door omstandigheden makkelijker te realiseren dan de ander. Zelfs wanneer je dit inmiddels hebt gerealiseerd, kan het zijn dat je door opkomende natuurplannen en wensen in een gebied gronden verliest, waardoor je bedrijf niet meer voldoet aan de grondgebondenheidsregels. De nieuwe visie leek dan in eerste instantie een kans, maar wordt plots een bedreiging voor je bedrijf en je gezin. Als agrariër kom je in een positie waarin je absoluut niet wilt zitten. Intensivering wordt door niemand gewenst. Dat is een grote angst en zorg van de boer en zijn gezin. Wanneer wij als bestuurders met de makers van de plannen om de tafel zitten, beseffen we hoe ingewikkeld onze wet en regelgeving met betrekking tot de landbouw in elkaar zit. Vele wensen zijn niet maar zo in te passen op onze bedrijven. Denk aan het gebruik van vaste mest op de gronden. Het idee is niet verkeerd, maar vaak hebben we deze vaste mest zelf niet voorradig met onze huidige stalsystemen. Aanvoeren zou een optie kunnen zijn, maar heeft tot gevolg dat we eigen mest weer moeten afvoeren. En beide zijn een extra kostenpost. Denk aan de wens om bovengronds mest uit te rijden in plaats van injecteren. Beter voor bodem en weidevogels. Echter bij wet verboden. Beheerplannen op gronden om later te maaien, minder te bemesten of in ander geval tijdelijk niet meer te mogen beweiden. Dit alles geeft zeer grote verschuivingen binnen onze kringloopwijzer. Wanneer we aan één knop gaan draaien, werkt dit door binnen het hele bedrijf. Helaas vaak negatief en kostprijsverhogend. Beheersplannen waarvan de duur slechts een aantal jaren toegezegd wordt in plaats van 25 of 30 jaar, zodat we onze bedrijven daarop kunnen ontwikkelen, is een te risicovolle onderneming voor de agrariër. De vergoedingen die daartegenover staan zijn ontoereikend en niet kostendekkend. Let wel, wij agrariërs zijn niet tegen natuurinclusieve landbouw, maar het moet wel inpasbaar, uitvoerbaar en toekomstbestendig zijn op onze bedrijven. We horen en lezen ook wel de bedragen, vaak in de miljoenen,
die beschikbaar worden gesteld voor eventuele ontwikkelingen in gebieden. Echter gaan deze bedragen op aan organisatiekosten en komen niet of nauwelijks terecht bij de getroffen bedrijven. We kunnen niet ontkennen dat er mooie projecten in het Vechtdal zijn gerealiseerd. Maar we kunnen ook niet ontkennen dat er pijn is geleden in gezinnen. Pijn omdat ze afscheid hebben moeten nemen van hun dierbare plek, of pijn en onzekerheid omdat processen erg lang duren. Met deze inspraak wil ik u dan ook erg graag meegeven dat we trots moeten zijn op onze prachtige agrarische sector. Onze voedselmakers, onze landschapsbekleders, in welke sector dan ook, die met hart en ziel, vol met passie, hun dagelijkse werkzaamheden 24/7 uitvoeren. Dit zijn oprecht mensen die het verdienen om vooraan in het proces volwaardig mee te spreken over de toekomst van hun bedrijf, van hun gezin en misschien wel van hun opvolger. Wil een gebied succesvol zijn, dan is draagvlak immers een must. Alleen ga je snel, maar samen kom je verder, is de titel van de visie van LTO Noord, afdeling Vechtdal, voor de komende 6 jaar. We hopen dat ook u dit kunt omarmen en ten uitvoer kunt brengen bij het ontwikkelen van deze plannen. Dank u wel. Mevrouw Kleene, dank u wel voor de tweede bijdrage vanavond. Ik kijk druk met. Ja, inderdaad. Ik kijk even rond of er nog vragen zijn voor u. Die zie ik niet. Dank u wel. Dan gaan wij verder met de vragenronde die ik al gestart was met meneer Schuurman. Die had één vraag aan het college en de vraag was of Stadsbelang ook meegedacht had in het project. En dan ga ik nu het rondje afmaken. Mevrouw de voorzitter. Meneer Bak. Dan zou ik graag toegevoegd willen worden in het rondje. Helemaal goed. Begin bij mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de ChristenUnie vindt het een goede stap dat er bij Gramsberg iets rondom de Vecht gaat gebeuren. Althans dat er plannen voor zijn. En ook zijn we blij met het feit dat de uitvoering nadrukkelijk wordt vastgemaakt aan een gedragen en voldragen plan. En dat brengt ons wel meteen op onze eerste vraag. En die is, hoeveel tijd gunt het college zich voor deze brede planvorming? Mede in het licht van het aantal partijen dat zal meepraten. En volgens mij hoort de LTO daar ook bij. Wat op zich heel goed is, zeker gezien de commotie die een paar weken geleden in de Stentor te lezen was. Voorzitter, het raadsvoorstel luidt, de gemeenteraad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met het opstellen van een inrichtingsplan voor het Vechtpark Gramsbergen. Dus dat is instemmen om, of te besluiten om in te stemmen met het opstellen van een plan. In het coalitieakkoord is 1,2 miljoen in cofinanciering opgenomen voor de ontwikkeling van de natuur in het Vechtpark vanaf de Haandrik. Mogelijk een haventje in Gramsbergen en ruimte voor natuur inclusieve landbouw in de uiterwaarden bij Oud-Baalder. Wat zijn naast het voorliggende raadsvoorstel de volgende beslispunten voor de raad? Met andere woorden, hangen we, zonder dat we ons dat nu goed realiseren, ergens aan vast als we de volgende raadsvergadering zouden instemmen met dit raadsvoorstel? Kan de wethouder daar wat over zeggen? Wanneer weet het college definitief welke partij hoeveel in euro's bijdraagt? Dus niet een morele ondersteuning of andersoortige ondersteuning, maar in euro's. En dus hoe we dat plaatje kostentechnisch ook rond gaan krijgen. Er is in dit raadsvoorstel niets over risico's opgenomen, maar het lijkt ons een belangrijke deze. En dan is er nog één. Het college spreekt in het stuk de verwachting uit dat te veel aangekochte grond zonder verlies weer van de hand kan worden gedaan. En wij zijn benieuwd waar het college dat op baseert en hoe reëel die inschatting is. De kosten van de grondaankoop en compensatie zullen verrekend worden met de inbreng van het waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie. En wij zijn benieuwd wat die inbreng is en als u dat nu nog niet precies weet, wanneer dat wel bekend zal zijn. Dank u wel. Dank u wel. Ga ik naar meneer Nijhoff. Dank u wel, voorzitter. In het voorstel wordt gesproken over het inrichtingsplan voor de Vecht tussen Hardenberg, Noord, Baalder en de Haandrik. Krijg je de indruk dat de aandacht vooral op Gramsbergen wordt gericht? Dat is natuurlijk heel erg mooi, maar naar de mening van de CDA-fractie ligt er ook nog een duidelijke uitdaging en ambitie bij Baalder. De opsomming van participanten is dan wel niet uitputtend, maar als wel stadsbelang en plaatselijk belang worden genoemd, lijkt het toch ook gewenst om wijkvereniging Baalder
daarbij te betrekken. Participatie van en open communicatie met alle betrokkenen is van cruciaal belang voor een gedragen plan. Betrokkenen zouden niet verrast moeten worden door een persbericht. CDA onderschreef de projectdoelstellingen van de gemeente en is van mening dat het doel van het realiseren van natuurinclusieve landbouw een forse uitdaging is. Maar hoop van harte dat dit ook daadwerkelijk lukt. Daarbij is het van belang dat betalingsrechten en mestplaatsingsruimte op de betreffende gronden behouden kunnen worden. Huidige grondeigenaren en gebruikers zijn cruciaal in het proces. Voorzitter, mag ik daar een vraag stellen? U geeft aan dat op die gronden gebruiksruimte en mestrechten behouden moeten blijven. Ja. Hoe kijkt u dat hier aan? Want als het in combinatie is met dat op die gronden minder bemest mag worden vanuit de natuurdoelstelling die er ligt, dan zou dat betekenen dat op andere gronden juist meer mest geplaatst gaat worden. Dus dan, u snapt denk ik de discussie, op bedrijfsniveau hou je je plaatsingsruimte, alleen bepaalde percelen ga je overbemest en andere percelen ga je minder bemesten. Volgens mij ontstaat er juist een knelpunt. Hoe kijkt voorzitter, de CDA dit zijn wel heel erg technische vragen en ook een heel erg technische uiteenzetting van de twee heren die daarin ingewijd zijn. Ik stel een vraag op een knelpunt wat ik zie voorkomen. Meneer Nijhoff, kunt u daar kort op antwoorden? Of daar kan ik kort op antwoorden, heel voorzitter. Heel goed, dan sta ik het toe. Okay. En daarna gaan we verder. Nou, ik maak die opmerking met name om de garantie te krijgen voor de eigenaren of de gebruikers. Dat ze, indien ze daar niet gebruik van kunnen maken, dat ze daarvoor financieel gecompenseerd worden. Ik denk dat we dan op één lijn zitten. Ja, dan zitten we op één lijn. Helder. Ja. Ga ik verder. De CDA-fractie kan instemmen met het opstellen van een inrichtingsplan. Maar verwacht zijnertijd wel een risico-inschatting van de financiering van het project. Daar refereerde mevrouw Hof ook al aan. Mocht bijvoorbeeld een van de partijen financieel onvoldoende of niet bijdragen. En wellicht in overvloede vraag ik aandacht voor een goede communicatie. Dank u wel. Meneer Geesink. Dank u voorzitter. Ook een beetje een aanvulling op mevrouw Hof en de heer Nijhoff. Volgende vragen. De kosten van het project worden geraamd op 5,2 miljoen. 1,2 miljoen is opgenomen in de begroting. Een gat van 4 miljoen dient uit subsidies en fondsenwerving te komen. We zouden graag hier een financiële onderbouwing van willen zien. Om de plannen kracht bij te zetten wordt er aangegeven dat zowel inwoners als mensen van buiten de gemeente zich lovend uitlaten over het vechtpark in Hardenberg. Ik neem aan dat er dus een evaluatie heeft plaatsgevonden. Zouden wij inzicht kunnen krijgen in deze evaluatie en in hoeverre wordt de evaluatie betrokken bij de ontwikkelingen van de vecht bij Gransberg? De heer Bak. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zal het kort houden, mevrouw voorzitter. Veel vragen zijn al gesteld door de ChristenUnie en het CDA. Ook wij hebben de vraag over de kosten van de 5,2 miljoen, hoe daar dekking voor gevonden gaat worden. Daar zouden we graag zekerheid in zien en ook de risico's die dat met zich meebrengt, zouden we graag in beeld hebben. Wat voor ons wel een belangrijke is of voor de gronden ook een functieverandering gaat plaatsvinden. Dat heeft namelijk te maken met de aan- en verkoop en het risico wat ingeschat wordt op als er nu weer gronden verkocht moeten worden, dat niet met verlies gaat. Maar als daar een functieverandering bijvoorbeeld naar natuur heeft plaatsgevonden, zal er ook een afwaardering moeten plaatsvinden. Het risico weet ik niet of dat goed in beeld is. Dus daar zou ik graag een antwoord op krijgen van de wethouder. Ja, en het andere punt is het punt van communicatie. Partijen mogen niet verrast worden door een proces dat gestart wordt. Dus zorg dat er zorgvuldig gecommuniceerd wordt met de omgeving. En dat alle partijen op een goede manier zijn aangehaakt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik zie dat meneer Jonkans ook nog een vraag heeft. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, we zien in dit plan dat er ook wordt gedacht over een jachthaven. Onlangs is ook bekend geworden dat in Hardenberg daar ook aan gewerkt wordt. We hebben er volgens mij één bij het kanaal bij Gransbergen. Wordt het niet erg veel en moet die afweging niet worden meegenomen in die verkenning? Want het lijkt misschien wel sympathiek, maar laten we niet, ja, ik zou bijna zeggen, bouwen voor de leegstand en onze natuur daarmee verpesten. Dank u wel. Geef ik het woord
aan wethouder Terietta. Nee, ik dacht dat ik nog na werd geslagen door een andere wethouder, maar was gelukkig niet aan de orde. Voorzitter, dank u wel. En raad voor de vragen. We staan aan het begin van een proces. Wat we nu voorleggen zijn een heel aantal doelen. Dan wil ik in zijn algemene toch al beginnen. We hopen zeg maar eind 2019, begin 2020 met al die partijen gezamenlijk tot een ontwerp te komen. Maar een ontwerp met daaraan gekoppeld ook een financiële vertaling. Daar zit dan ook gelijk het volgende besluitvormingsproces waarin we ook de raad weer zullen meenemen om die afweging te maken. De doelen, zoals die zijn omschreven, waar een heel aantal van de vragen ook over gingen, met name natuur inclusief, nou sociaal-economisch in de volle breedte hebben ze genoemd, dus natuur-economisch als landbouw is een hele belangrijke drager. Maar ook vanuit vrije tijdseconomie en vanuit toerisme hebben wij onze ambities verwoord zeg maar, in het stuk waarin we gezegd hebben van nou, we hebben middelen gereserveerd om aan deze doelen te realiseren. Maar we zullen samen met onze partners die andersoortige opgaven hebben vanuit water, met name vanuit waterbeheer, zijn het waterschap, de provincie die er nog gronden heeft, die een bepaalde waarde vertegenwoordigen, die ze ook bereid zijn om bij een goed plan ook in te brengen. Dus dat is zeg maar even het net wat we het komende jaar willen gaan ophalen. U daar ook weer over zullen gaan informeren. En dan zullen we ook een volledig inzicht moeten hebben in de totale kosten. En aan alle bijdragen zeg maar, van alle partijen. Even kijken naar het gebied wat we willen gaan inrichten. Dan schatten we in dat je wel orde grootte 5,2 miljoen zal moeten investeren. Wij hebben nu 1,2 miljoen hebben we beschikbaar gesteld. Dat is zeg maar het vertrekpunt. En we zullen gaandeweg zo'n proces ook met elkaar moeten kijken of het ook past binnen de bestaande middelen. En we staan echt aan de vooravond van het proces wat we gaan opstarten met al die verschillende partijen. Kom ik ook bij uw vraag uit het stadsbelang daarin is meegenomen. Het stadsbelang is op de hoogte van het proces wat we gaan opstarten en zullen ook worden betrokken. Een andere vraag ging over de partij die betrokken zou moeten worden, zou het gaan over de wijkvereniging Baalder. Ik wil nog wel even zeg maar, een soort demarcatie wel aanbrengen. In principe maakt dat nog onderdeel uit van het vechtpark in Hardenberg. Daar zijn we ook met de partijen over in gesprek. Dat proberen we ook op die manier af te ronden. Dus een oud-Baalder bijvoorbeeld zal als plaatsbelang zeker wel betrokken moeten worden. Maar het plan wat nu voor ligt is zeg maar, aanvullend op het vechtpark. Zeg maar, waar al besluitvorming over heeft plaatsgevonden. Wat nog niet volledig is afgerond. Maar waar we nu ook in het coalitieakkoord wel de ambitie hebben uitgesproken. Omdat die witte vlek, waar de inspreker ook over sprak, om dat te gaan inrichten. En hoe reëel is het dat we dat geld, die begroting, we zitten aan de vooravond, net als dat we met het vechtpark, met name met het waterschap en provincie nu aan tafel, maar er zit ook een private partij, zijn er ook bij, behalve de agrarische, maar bijvoorbeeld ook rond het gat van Joosten, willen we toch kijken of we tot een gezamenlijke inrichting kunnen kijken. En ja, even afhankelijk van ook van die bijdrage van derden, zal ook ieder de overheid zijn eigen bijdrage moeten gaan vaststellen en bepalen, maar de overheden hebben de intentie wel, zoals wij nu ook zeg maar, al vroeg in dit proces zeggen van nou, wij reserveren deze middelen en we bekennen daar enigszins kleur in. De andere partijen zijn het ook voornemens om hetzelfde proces met ons in te gaan en daar dat vorm te geven. Maar we zullen het net moeten ophalen en ook kijken wat is er mogelijk en wat is er niet mogelijk. Dus dat is waar we weer bij u terugkomen en ook weer waar de besluitvorming uiteindelijk bij u ligt. Voorzitter, ik wil nog bevestigen inderdaad dat natuur inclusief, dat wij dat als een grote uitdaging zien. Want wat we gezegd hebben, ook vanuit Hardenberg, van dit is wat bij uitstek een gebied om ook eens te onderzoeken of we veel integraler kunnen kijken naar de verschillende opgaven van natuur en landbouw. Omdat er al een grote claim is op de landbouwgronden bijvoorbeeld. Als er al opgaven zijn, laten we in dit gebied eens kijken of we daar nog niet veel beter hand in hand kunnen optrekken om daar gezamenlijk naar te kijken. Nou, het voorstel spreekt ook over compensatie, waar dat nodig is. Dat zul je allemaal in je hele inrichting, zul je dat inzichtelijk moeten gaan maken. Maar de uitdaging is groot en het opstarten van dit planproces is geen enkele garantie totdat we het ook gaan realiseren. Maar ik wil gewoon aan de voorkant neergeven van, hey, dit is de middelen die we gereserveerd hebben, dit zijn de doelen die we nastreven. En ik ben het met u eens, maar niet alleen natuurinclusief. Ook het realiseren van het al dan niet realiseren van haven, dat is wel onze ambitie, dat zeggen we er nou bij, zal ook een uitdaging zijn. Dus
Voorzitter, ik denk dat ik dan in zijn algemeenheid volgens mij ieders vragen, kijk ik ook even rond, beantwoord heb, behalve van de ChristenUnie zie ik. Ga ik even op mijn plaatje kijken. Hoeveel tijd heb ik volgens mij volgende beslispunt? En hoe reëel dat we het geld terugkrijgen van die... ja, klopt. Ja, hoe reëel is dat? De druk op grond is vanavond al vaker aan de orde geweest. We zitten nu aan de voorkant van het planproces. Er dienen zich nu mogelijkheden aan om in zo'n proces daar vroeg op te acteren. Wij denken dat dat een aanvaardbaar risico is, omdat je kijkt naar de ontwikkeling van prijzen van de landbouwgronden, dat we dat risico zouden kunnen nemen. Dus dat is eigenlijk onze overweging, gewoon als je kijkt hoe de grondprijzen zich ontwikkelen. Ik heb hier nog een vraag staan, volgens mij van meneer Geesink over de evaluatie. Klopt dat? Evaluatie in zichzelf, wij merken, wij worden ermee geconfronteerd dat ontzettend veel positiviteit is rond het hele vechtpark. Is daar een expliciete evaluatie op losgelaten? Bij mij weten niet, maar er heerst ook weinig twijfel over, behalve dat je met bepaalde individuele gevallen natuurlijk steeds de gesprek ook hebt gevoerd. Dat met name ten aanzien van gebruik en dat soort zaken daar heel positief op gereageerd wordt en dat is waar we naar proberen te kijken. Mag ik even een ter verduidelijking of ter opheldering, want ik weet niet zeker of ik het goed begrepen heb of misschien wel gemist heb. Heb ik nu goed begrepen dat de inbreng van waterschap, staatsbosbeheer en provincie overwegend uit gronden zullen bestaan? Nee, provincie met name vanuit gronden. Wat in zo'n planproces, dat heeft bij Vechtpark ook gedaan, het is een integraal project waarin iedereen wel vanuit zijn eigen doelstellingen. Wij denken vanuit sociaal-economisch perspectief dat dit onze bijdrage zou moeten zijn. De opgaven vanuit water dus de grootste bijdrage verwachten wij in die zin ook van het waterschap. Maar daarnaast heeft de provincie nu grondpositie. En die is bereid naar zo'n integraal project om die grondpositie ook in zo'n project in te brengen. Gewoon in het grote geheel. En we zullen al die doelen in het grote geheel weer moeten gaan afwegen. Dus nee, niet alle bijdragen zullen in grond zijn. Dat hoop ik niet. Wilt u nog even blijven staan, want volgens mij... Klopt. Bak nog wat vragen. Dank u wel, mevrouw voorzitter. Er heeft nog geen beantwoording, als ik goed geluisterd heb, op mijn vragen plaatsgevonden. Het ging over de functieverandering van gronden en het mogelijke risico in verband met afwaardering. Ja, klopt. Nou, de gronden die we in deze fase aankopen, die functie veranderen, hè, of waar we willen proberen of we tot die aankoop kunnen komen, hè, omdat er gronden aangeboden worden, zal die functieverandering nooit eerder plaatsvinden dan op het moment dat we met een inrichtingsplan zijn gekomen waarin die... En dan kun je wellicht wel over afwaardering spreken, maar dan maakt die onderdeel uit van de projectkosten. Ja, maar het zou zo kunnen zijn dat er bijvoorbeeld nu gronden van de provincie ingebracht worden als natuur die uiteindelijk niet blijken nodig te zijn voor het proces. Of dat een waterschap gronden inbrengt die niet nodig mochten blijken te zijn voor het proces. Als je die uiteindelijk weer als natuur wilt wegzetten, zijn daar wel kosten aan verbonden. Dat is even het punt dat ik daar probeer te maken. Dus wees daar even zorgvuldig op, want het kan zich voordoen. Die nemen we mee, die suggestie. Dus dank daarvoor. Voorzitter, mag ik daar even een verduidelijkende vraag over stellen? Want ik hoorde de heer Bak nu steeds spreken over natuur. En natuur is natuurlijk hartstikke leuk, maar we hebben volgens mij in dit traject afgesproken dat daar de gronden voor natuur, inclusief landbouw, voor bestemd zijn. En dat is weer anders als bestemming natuur. Dus daar graag even een verduidelijking op. Is het nu bestemd? Het gaat over gronden die nu zijn, hè? Ik vraag het aan u, meneer Terisap. Is de bestemming van die gronden natuur inclusief? Of komt er ook bestemming van die gronden natuur? We staan aan de voorkant van het planproces. De bestemmingen die er nu liggen, die liggen er. En ik had het idee dat de opmerking van de heer Bak ging ook over gronden die eventueel in het proces werden ingebracht door derde partijen. Zijnde waterschap, zijnde. En dat laat dat dan onderdeel, maar wees... En een stukje bewustwording meegeven dat daar ook kosten aan zijn verbonden. Dus de gronden die er nu zijn, die hebben de huidige bestemming. We gaan het hele planproces opstarten. Onze doelstelling is geen extra natuuropgave. Staat expliciet volgens mij ook in het stuk. Is natuur inclusieve landbouw. En je zult met elkaar moeten ontdekken ook wat voor bestemming daar ook bij zal passen. Dus dat is allemaal wat later in het proces zit. En dat is volgens mij iets anders dan waar de heer Bak aan refereerde. Dank u wel. Zijn er nog vragen voor de tweede? Ja, voorzitter. Termijn? Ik had nog een vraag gesteld over de jachtavondjes hier in Hardenberg en daar. Ik heb de wethouder daar iets over horen zeggen. Ja, nou, ik heb het dan gemist. Maar, Pardon.
Het antwoord is dat wij wel in dit voorstel spreken van de ambitie om daar toch nog tot een haven te komen. Ik heb ook gezegd, net als natuurinclusief, is dat ook, natuurlijk ook een opgave omdat we in het geheel dat willen waarnemen, moeten waarmaken. Maar met het bevaarbaar maken van de Vecht, hebben we ook aangegeven, willen we, de ambitie die we met elkaar hebben, om ook langs verschillende kernen, net als dat je bij Dalfsen, bij Ommen en in Hardenberg hebt, ook bij Gramsbergen, ook vanuit de Vecht, die mogelijkheid te bieden. Dat maakt nu onderdeel uit van deze ambitie. Dank u wel. Zijn er nog vragen voor de tweede termijn? Meneer Bakker zie ik. Meneer Bakker. Voorzitter, dank je wel. Er werd net gesproken over mogelijke participatie of deelname in het traject van wijkvereniging Baalder. Maar ik zou dan willen voorstellen dat de hengelsportvereniging De Dobber hier ook zijn steentje in zou kunnen bijdragen. Voorzitter, wellicht zullen we even een hengeltje uitwerpen of zij daar eventueel bereid zijn om ook in dat soort planprocessen mee te denken. Hebben ze in eerdere planprocessen ook gedaan, dus dat lijkt mij een goede suggestie. Mogen we nog meer clubs aandragen, want dan heb ik nog wel een lijstje, voorzitter. Goed. Geen vragen meer. Bespreekstuk of hamerstuk? Hamer. Hamer. Eens, hamer. Hamer. Na hamer, als een hamerstuk. Gaan we naar punt 8 van de vergadering, rondvraag. Zijn er vragen voor de rondvraag? Niet. Gaan we naar de sluiting. Sluit de vergadering.